Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van SideQuest, de gaming podcast van iGen ben Lux. Mijn naam is Nick Nijland en vandaag is met mij Tom van Stam. Yo mensen! Julien en Sven uh, die zijn allebei niet aanwezig vandaag. Sven die is naar uh, een werkbezoek. De film. Naar nou, een film. Ja, oh, een film. <laughs> Ik weet niet of we het mogen zeggen naar nou, welke film die is. Misschien kunnen mensen. Maar hij, maar hij is nog lang niet terug in ieder geval. Hij is nog lang niet terug. Nee, uh, Sven, die moest naar een film voor ons, filmreviewtje op, uh, oppakken. Uh, en Julien, die is wat ziek, dus stuur wat uh, Dragon Ball z energy zo boven je hoofd naar Julien. Om hem weer beter te maken. Ja, helpt dat, denk je? Ja. Pikachu, die, die helpt om Ash te healen, een beetje dat effect. Ja, Julien is een beetje zieker, jongens, dus uh, die heeft uh, alle steun nodig die hij kan hebben. Um, dus Tom en ik zijn er, maar we gaan het hebben over de Game Awards, vooral. De Game Awards uh, zijn... Voor de Game Awards? Ja. Van en, uh, Jeff Keely, Ome Jeff. Onze goede vriend Ome Jeff. Ja, cool hoor. Ja, er zijn awards uitgereikt. Er zijn aankondigingen gedaan. Uh, en wij gaan ze allemaal even doornemen. Want, uh, ja, jij had vakantie, dus jij hebt live kunnen kijken. <laughs> ja, het was echt midden, midden, midden in de nacht. Ja. Echt een grotere kuttijd kon je niet regelen voor nee, Europa. Nee, het was echt... Uh, en het duurde ook nog eens drie uur. Ik ben benieuwd of er uh, mensen luisteren die wel live hebben gekeken... Ja. Laat het dan even weten. En ook, laat ook even weten als je een Steam Deck hebt gewonnen. Want bij Steam kon je een Steam Deck winnen als je live keek. Ja. Nou, ik uh, ging wel even checken hoeveel mensen dat aan het kijken waren. Toen dacht ik al, nou, ik laat die stream wel niet aanstaan, want dan ga ik toch niet winnen. Ja. Er waren echt iets van uh, 300.000 mensen aan het kijken of zo. Dat ja. nou, ging ik even snel rekenen. Als ze er iedere minuut eentje weg gingen geven, wat de kans dan was dat ik zou winnen. Ja. Toch maar niet aanstaan. Nee, die kans is heel ik klein. Die kans was niet zo heel groot, ja. nee. Het klinkt heel leuk. Elke minuut geven we een stuurdek Ja, je, denk je denkt nou, dat is uh, 50% kans dat ik win, maar uh, <laughs> zo, werkt dat zo werkt dat niet. Nee, nee, nee. nee. Dan opeens komen alle, alle mensen uit hun hol. Ja. ja, veel mensen hadden zich wel ingeschreven, maar je moest dus ook live kijken om kans te maken. En dat was een beetje, ja, dat is dan wel jammer. Dat is dan wel jammer. Hey um, Tom. Voordat we gaan bespreken wat we ook hebben we gegamed de afgelopen tijd. Vraag ik vraag altijd hoe het erin mee is. Hoe is het met jou? Nou, ja, prima. Ik ben uh, bijna van elkaar kaart eraf van afgelopen vrijdag <laughs> echt is zo erg? Nee ja ik had wel uh, zeker, uh, zeker een dagje last van ja. Ik heb het de, ook wel. De dag erna uh, was ja, ik was vooral best wel moe denk ik. Ik denk dat dat het ergste was. Een beetje na doorstel. Ik werd wel echt wakker met flinke hoofdpijn. Dat was echt niet best. Ja maar ik had dat ook last van. Even we waren vrijdag samen voetbal kijken bij een ja. vriend van ons, Jordan. En ik moest dachten dag erna En was niet eens door het verlies? Nee. daar had ik ook nog een flinke kaart. Ja daar had ik ook nog een flinke kaart van. Flink verdrietig van. Ja, ja, ik zat er ook wel even een stuk om. Maar, uh, maar ja, dat, is ook, dat is natuurlijk wel weer de volgende dag snel vergeten. Ja. Dan denk je van, ja, het is gebeurd. Het it happened. It is what it is. It is what it is. Ik had, ik had wel vooral, um, toen we die drankspelletjes gingen doen. Stack de cup en zo. Ja. Toen was ik het even kwijt. Ja. Toen opeens, dat er tussen het bier opeens die soortjes uh, oranje bitter of zo stonden. Ja, dat was uh, lemons kruidenbitter. Oh, bitter oh, was dat. dat geloof ik. Maar de, ja, het smaakte naar een soort van... Ja, combinatie tussen dropshot en Jägermeister of zo. Ja, verschrikkelijk. Dat was echt uh, dramatisch. Nou ja, 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 je tikt het best makkelijk weg, maar dat was wel een aanslag hoor. Nou, ik moest dus nog met de trein naar huis. En ik kan je vertellen dat het echt een uh, barre tocht was. Ja, was dat leuk? Was. Ik snapte gewoon helemaal niet meer hoe de trein werkte. <laughs> <laughs> ik moest eerst nog met de, met de tram of de metro, wat was het, de tram. Moest ja, ik eerst nog een stuk. Dat is al best kut. Toen moest ik een heel stuk met de trein. Toen kwam ik in Utrecht aan, toen reed mijn trein opeens niet. Toen was hij ook nog eens 25 minuten vertraagd. Oh, dat is heel kut. Ja. Dat zou je net zien. Dus het was allemaal. Uh, ja, en ik snapte er al niet heel veel meer van. En toen moest ik opeens heel nodig plassen. Dan dacht ik van ja, als hij nou dadelijk opeens 10 minuten vertraagd is. <laughs> dan ben ik daar de Sjaak en dan gaat die trein niet meer. Dus ja. ik heel snel plassen, heel snel terugrennen. Nou, dan was uiteindelijk geen probleem. Maar uh, ja, was spannend. Ik zie iemand in de chat die we er even uit moeten lichten. Rowan. Die vraagt hoe het ermee is. Want ons gaat goed, Rowan. En ja, het goed, Rohan. We hadden gezien op TikTok top. dat je gisteren uh, opnames had. Voor een uh, leuk programma met Paul de Leeuw. Uh, de Leeuw. Nee, Knoop de Leeuw heet het. En 19 december om 7 uur op NPO1 wordt het uitgezonden. Dus we raden iedereen aan om te kijken naar Roman op tv. Ja, dan heb je een mediatipje alvast gedaan. Ja, dat was mijn mediatip ook. Goeie tip. Ja. Leuk. Ik uh, ga in ieder geval wel kijken. Zeker. Uh, het zag veelbelovend uit. Zeker, zeker. Dus uh, ja, jongens, ga checken. Roman op tv. Om maar even kijken naar The Legend. Onze favoriete tiktokker. Ja, my man. En hij heeft ook nog, heb ik gezien, de Shiny Charm gehaald in Pokémon. Dus Echt? Ook, dat betekent de Pokédex gevuld. Nou, dan kan hij lekker samen met uh, Sven op jacht naar uh, Shinies. Ja, Sven heeft hem ook uh, voltrekt, hè? De, Zo? De Pokédex. Ja, Sven ja. is ook flink. Zoveel hard heb ik er nog niet gespeeld in ieder geval. Nee, ik ook niet. Maar ik heb hem bijna uitgespeeld nu. Nog twee, drie uurtjes zoiets. Ja, Ja, dat heb ik ook. Maar ik heb het al even niet meer uh, opgepakt. Uh. Ja. Ik moet zeggen, dan ben ik er ook al klaar mee hoor. Ja. Met Pokémon. Ja, ik heb dan ook wel. Als ik het heb uitgespeeld, dan uh, leg ik het even een tijdje weg en dan misschien. Na een tijdje pak ik het weer op, misschien als er een DLC'tje uitkomt of zo. Dan, uh, dan heb ik er ook wel genoeg van ja, Dan ik... heb ik lekker het verhaaltje doorgelopen. En dan uh, is het voor mij allemaal weer prima. Wat ik vooral heb met deze is dat ik eigenlijk al voordat ik zeg maar ongeveer halverwege de game was ik al een beetje klaar mee. En dat heb ik normaal nooit met Pokémon. Ik had nu nee. zoiets van, ja, oké, okay, die tijd een Pokémon verslaan, de James verslaan, ja. die bases aanvallen. Eigenlijk heb ik het allemaal wel een beetje gezien en gedaan. Het was niet ja, ik heb heel, heel erg het zo. idee dat ze een soort van naar dingen hebben gezocht. om maar de wereld te vullen. Zo van. Ja. Oh, we hebben een grote open wereld. Uh, ja, we hebben sowieso de gyms natuurlijk. Uh, en normaal hebben we nog van een storyline. met de uh, bad guys. Hoe gaan we dat allemaal inpassen in deze wereld? En ja, hoe kunnen we ervoor zorgen. dat het niet uh, te leeg aanvoelt allemaal? Want ja. ze hebben ook niet echt veel. Steden meer of zo. Het zijn, ja, het zijn allemaal niet echt steden. Het zijn soort van ja, kampjes heb je wel, maar het is allemaal niet heel groot. Nee. En je hebt wel veel ja, grote open vlakken. Dus dat maakt het allemaal best wel uh, ja, maakt best saai af en toe. Ja, maar dat probleem had ik met Arkjes dus niet. Maar wat ze bij Arkius dus heel leuk deden, is dat je eigenlijk over heel de wereld verdeeld van die kleine questjes had die je kunt doen. En ja. elk questje had soort van zijn eigen mysterie. En dan leerde je weer iets nieuws over die wereld en die map. En het was ook allemaal nieuw. Ja. En dat had je hierin niet. Het was gewoon hierin. Hier had je echt elke keer hetzelfde. Ja. ja, er viel ook weinig te ontdekken voor mijn gevoel. Ja, ik vond Arceus veel beter daarin. En dan denk ik van... Ja, geef mij dan maar gewoon weer de, de oude Pokémon games. Lekker van, uh, van bovenaf. Lekker, nou ja, gewoon met, die, met de ouderwetse graphics. Ik denk dat een heleboel mensen ook een beetje de sprites en zo missen. Ja, dat doet dan misschien niet per se. Want ik vond uh, ja, Brilliant Diamond en Shining Pearl vond ik ook heel goed. Ja, die vond ik echt fantastisch. Daar en... heb ik in no time 40 uur in gepompt. Ja. Zonder daar ook maar. Ja, dat, dat was echt ja. moeiteloos. Daar vloog ik echt doorheen. Ja. En nu heb ik echt zo van. Nou ja, ik moet mezelf wel echt ertoe zetten om het weer even op te pakken. Ja. Terwijl ik er wel heel veel zin had voorafgaand om te gaan spelen. Ja, ik ook. Maar ik vind Arceus qua open wereld game en design vele malen beter. Ja. Ik denk, als je dan een open wereld Pokémon game doet, dan moet je er ook wel iets van questjes in doen en geheimen en dingen om te vinden. Ja, ja ik vond die uh, ja, monsterhunterachtige manier van quest wel. Ja. Was wel goed gedaan in Arceus in ieder geval. Ja, dan had je bijvoorbeeld een quest en dan stuur je juist naartoe, oh, daar kom je een Shiny Pony uh, daar tegen. Ja. Dat zijn van die kleine dingen. Ja, dat zit totaal niet in Scarlet en Violet. Scarlet en Violet is echt saai wat dat betreft. Ja. Alhoewel ik het aan het begin heel leuk vond om een beetje in die wereld rond te lopen en mijn Pokémon te vangen. Ja, natuurlijk, eigenlijk... het is wel wat nieuws. Alleen ja. uh, ik... Het is cool dat we eindelijk Pokémon hebben in open wereld. Alleen. Ja, het mag nog wel wat beter worden uitgevoerd. Uh, ja. De game is gerust. Ze ja. Zeker als je ziet wat voor uh, resources G Game Freak eigenlijk heeft, weet je wel. Dan uh, denk je van, nou ja. Met, met zoveel geld, hoe kun je dan niet. Uh, ja, niet zo'n goede game maken? Want als je kijkt naar wat andere partijen doen met zulke budgetten, ja, dan denk je van. Ja. Het kan wel, kan wel een stuk beter allemaal. En ook als je het vergelijkt met andere games die nog uitkomen op Nintendo Switch. Ja, dat ziet er ook gewoon allemaal een stuk beter uit. Terwijl het allemaal wel met minder budget is gemaakt. Ja. Ja, kom komt dus, allemaal uh, weer neer op uh, weinig ja. bla blablabla. Bla. Allemaal geforceerd uh, die game ja. uitbrengen. Maar ja, misschien ook eens wat meer geld in die studio investeren. Gewoon meer ontwikkelaars. Ja. In plaats van alles maar op de bankrekening. Uh, want uh, ja, God of War... Uh, gewoon met z'n allen naar yeah. de bankrekening te kijken. Want, want wij... staan de, de hele dag geld te tellen of zo. Ja, maar wij zijn de debielen die toch elke keer weer blind die game kopen. Ja. En het nog leuk vinden ook. Ja, nou ja, die hele game wordt afgekraakt en alsnog wordt het tientallen miljoenen een keer wordt verkocht. Dus ja. dat maakt kennelijk maakt dat niet uit. Zolang Pokémon is, is het ja. goed. Zo werkt het wel. Ja, um... Roman zegt nog, ik vond uh, Pokémon Violet een leuke game, maar ik vind Pokémon Diamond en Pearl plaatsen in hem nog steeds waarschijnlijk de beste. Uh, en dat, dat zijn meer de nostalgie games. En ja. ja, ik hoop gewoon heel erg dat ze ook doorgaan blijven door, met dat soort games maken. Want uh, als ze dan ja misschien dan apart nog die soort van remake-achtige tak blijven behouden met uh, de Diamond and Pearl games en dan misschien later nog weer uh, Soul Silver, Hard uh, Gold dat is ook alweer even geleden, de Pokémon Black games die zou je ook nog uh, kunnen remaken. ja als je die dan een beetje in oude stijl houdt ja dat zou ik wel cool vinden. nou ik zat laatst dus letterlijk te denken van waarom ga ik niet een Pokémon Hard Gold uh, of zo fixen dat ga ik waarschijnlijk veel leuker vinden dan ja, 100% spelen ja 100% maar het is wel duur toch ja, ze doen, al, dus uh, de, ja, tegenwoordig wel 120 euro of zo, denk ik. Uh, zal ik eens kijken op eBay. Voor ja, de, zo, dat voor is voor de grap op? Voor de grap. En waarom is dat dan zo duur? Omdat die games gewoon een beetje ja, schaar zijn uh, ja, schaars zijn? Ja, schaars, ja. Het is toch bazig eigenlijk, hè, dat die games... Het is wel veel verkocht, toch? Dit is dan... Uh, ja. Alleen cartridge, uh, het valt, valt nog wel mee. Uh, het... Oh, is gewoon Kijk, 70 euro. Ja, ik weet niet of dit allemaal uh, <laughs> of je <weltof> legit uh, <laughs> je ja, Dit is toe. dan bieden, maar hier zie je dan direct kopen. Zie je alweer 140 euro staan. Alleen cartridge 90 euro. Nou, ik denk uh, als je misschien een marktplaats hebt van een of andere uh, jongetje uit de buurt of zo, <laughs> kun je wel voor een <laughs> paar tientjes minder krijgen van uh, buurjong Erik. Ja, precies. Oké, okay, ja. Dit is natuurlijk sowieso wel. Uh, ja, reproductie, dat wil je niet natuurlijk. Pokémon, hier, voor alleen de cartridge. Van Platinum en Solzilver vraagt hier... Uh, Tim uit Budel. 110 euro. Oh, dat is uit de buurt bij ons, Budel. Ja, dat dacht ik al. Dat, dat klonk al zo dat wel, ja. Dat klonk al uit de buurt. Dat klonk al uit de buurt, ja. <laughs> ja maar vooral die met die Walker, die is heel duur volgens mij. Maar dat oh, heb ja. je niet per se nodig. Maar ja, die games die zijn echt fucking goed, man. Ook die endgame die daarin zit nog. Dat is echt uh, zo uitgebreid. We hebben uh, speciale events... Uh, die je weer kunt unlocken door speciale Pokémon te hebben in die game. Dus dan... Uh... Ja, maar dat mis je dus toch zo erg in zo'n Violet en, ja. en zo. Ja, volgens mij zit daar dan ook weer zo'n uh, Celebi-eventje en zo zit daar ook gewoon in. Ja. Dat is wat je wil. Ja. Zonde, zonde. Een heleboel legendaries kun je daar ook in vangen. Ja. Maar voor 100 euro heb je hem, hoor. Ja, vind ik toch wel veel geld. Ja, voor Kies een spelletje. En dan moet je nog ergens een DS vandaan halen. Ik Ja, die hebben we thuis nog heel veel liggen. Heel veel. 20 ja, Nintendo DS. Nou, ik denk dat wij zeker wel vier, vijf Nintendo DS hebben liggen. Echt? Zo, in. Ja, lekker ja, dus hoor. Modellen. Wat heb je ook weer? Light, uh, Groot, uh, XL. Ja, ja, ik heb dan nog... Laatst was die... Ik had was die nieuwe 3DS dan. Dat was wel een mooi apparaatje. Nou, mijn broertjes hebben echt die DS'en verslonden. Ja? Ja, die hebben, die hebben elk model volgens mij gehad. En uh, ook echt helemaal kapot gespeeld. Ja. Trouwens, als je... Als je nog... Uh, ja, als je daar nog in de toekomst iets mee wil doen dan moet je nu nog even die uh, e-shop leeg over want uh, nu kun je nog games als Pokémon Crystal en zo gewoon uh, op virtual uh, hoe noem je dat virtual console kun je dat kopen oh. en uh, ja na maart 2023 kan dat geloof ik niet meer oké okay. dus tipje voor de mensen thuis ja. uh, hoe uh, wil je nog zeggen hoe het verder met je gaat <laughs> ja verder gaat het goed ik had een beetje vrij dus uh, dus best wel wat Pokémon gespeeld eigenlijk nog oh, ja. Nogal, dat ik zit wel een beetje te klagen maar ik heb het nog best wel wat gespeeld Um, ik heb dus ook, um, want ik zag de vraag of komen in de chat van Roden, van hem heb ik de game uh, gekocht. Um, God of War 8 gespeeld, oh, ja. wel maar 3,5 uurtjes tot nu toe. Ja. Um, ik heb de nieuwe World of Warcraft de uitbreiding Dragonflight, dat heb ik eigenlijk het meeste gespeeld en het meeste gedaan. En Attack on Titan gekeken. Oh, ja. maar uh, ja, donderdag, ook meer, donderdag meer over Attack on Titan. Weet je wat er in de kelder zit? Even ik, weet de al wat, ik weet al wat er in de Zo, kelder zit. Oeh, oké. Ja. Okay. ja. Ik hoef nog maar vier afleveringen en dan heb ik alles gezien wat er is tot nu toe. Ja, en dan moet dat, ik net. Als uh, de rest... Aardig doorgebeukt. Ja, wel flink doorgebeukt. Ja, maar ik weet wat er in de kelder zit. Ja, dat is wel uh, weer even spannend, levels. hoor. Ja, ik uh, kan het iedereen aanraden. Maar donderdag meer over tech on Titan in de uh, videotheek. Maar hoezo uh, klikt het zo met uh, WoW Dragonflight? Ja, uh, ik had gisteren de review uh, online gezet, of tenminste Sven heeft hem online gezet. Ik had hem geschreven. Um, wat wat Blizzard dit keer goed heeft gedaan is Goed kijken naar wat wil onze community nou eigenlijk. Um, en dat is een beetje terug naar de basis. Ook als je kijkt naar wat gaat goed met Wo Classic. Dat hebben ze gewoon gepakt. En hebben gedacht van... Wat, wat is goed in Wo Classic? En hoe kunnen we dat beter maken? Of in ieder geval anno 2022 maken. Ja. Dus de basis van Wo is gewoon op de schop gaan. Professions zijn nieuw geworden. Je hebt nu bijvoorbeeld in de grote stad heb je een poppetje staan. En daar kun je naartoe lopen. En dan kun je work orders achterlaten. En dan zeg je veel van... Hé, hey, dit wapen kun, kan mogelijk iemand maken als blacksmith, die wil ik hebben. Oh ja. Ik geef jou de materialen en een extra zakcentje. Nou, dan komt misschien een paar uur later... komt er een blacksmith daar die dat kan maken. En die zegt dan heel leuk van... oh, ja, dat ga ik wel maken, Boom, boom, boem. Jij krijgt dat in je mail en hij krijgt dat extra zakcentje. Dat zijn van die kleine, slimme dingen... Leuke mechanic, ja. waardoor professions weer leuker zijn. En professions zijn ook weer nuttiger... omdat je via professions dus gear en wapens en dergelijke kunt krijgen... Um, die handig zijn voor je karakter. Je kunt world quests doen, je kunt world bosses doen... je kunt de dungeons ingaan, je kunt de raids doen. Er zijn heel veel manieren om je karakter sterker te maken. En het belangrijkste is... er is geen World of Warcraft huiswerk meer. Eerst moest je elke dag inloggen... en als je dat niet ja. deed en je huiswerk deed... dan liep je gewoon achter. En zeker voor iedereen die een beetje wilde raiden of in de dungeons uh, hoge midden keys wilde doen... was dat gewoon best vervelend. Dat gevoel van, oh shit, ik moet nog inloggen... en mijn, mijn opdrachtjes doen... Nu kunnen spelers inloggen. en uh, letterlijk doen wat ze willen. Wat eigenlijk ook de bedoeling is in die game. Je bent niet meer geforceerd voor een AP-grind. Right. Dat is eigenlijk iets wat je hebt gehad vanaf Legion. tot en met Shadowlands. Dat wordt ook nu de AP-era genoemd. Hoezo AP? Ja, dat heette Azerite Power. of Artifact Power. of. Uh, Azerite Artifact en. nog iets Power. Okay. Dat iedere keer uh, iets met AP-afkorting. Uh, en dat moest je dan elke keer farmen. Een soort borrowed power, een geleende kracht. Want na de uitbreiding ging die kracht weer weg. Um, en dan moest je weer opnieuw gaan farmen, farmen, farmen. Ah, ja, ja. En da daar waren mensen gewoon klaar mee. Dat wilden ja. ze niet meer. Nee, dat je ging Shattel... je niet als iets heel leuks. Nee, nee en had je in Shadowlands ook nog de, de, de mall die je moest doen. En Torghast dat je moest doen voor legendaries. Maw? Ja, de mall, heet. Dat is een gebied, dat is de letterlijke hel van... De hel van World of Warcraft heet de mall. Oké. Okay. En dat was ook deel. Ja, dat was ook de hel. Dat was totaal niet leuk. En in het begin hadden ze daar zelfs uh, dat je niet kon, uh, op je mount kon rijden. Dus moest je alles wandelend ook nog doen. Jezus. Dus je een soort van gehandicapt je huiswerk doen. Zo Wat de dat... moeimakers. Ja. ja, dat dus. Het waren gewoon moeimaker dingen. En, en toen heeft die INHC Coasters, die game director van WoW... heeft toen nog gezegd in een interview: van ja, we bereiden onze uitbreidingen altijd al jaren van tevoren voor. Dus in principe, voordat Legion begon, hadden we, waren we ook al bezig voor Shadowlands. Uh, om, om dat AP-systeem. ...verder uit te werken en het, zogezegd, wat wij dachten nog beter te maken. Maar ja, nu, daar ja. zijn ze nu dus van afgestapt. En hebben gezegd van, we willen er vanaf. Dan zou je denken van, als je in Legion ziet van dat het al niet goed werkt... ...waarom ga je het dan nog doorontwikkelen twee uitbreidingen? Dat is een beetje een vaag ja, verhaal, toch? dat is wel een slecht verhaal. Ja. Dan zeg toch, ik kap mee. Ja. Dan, dan denk je, oké, okay, leuk ja, nee, dat we daar tijd in hebben gestoken, maar... Dan, dan luister je de gewoon de niet naar de feedback van de spelers, denk ik. Ja. Dan hoor je van, uh, ja, wij vinden het allemaal kut. En dan doe je er gewoon niks mee. Nee dan denk je misschien van ja dat is ook wel destijds misschien een beetje de arrogantie van Blizzard geweest van ja wij weten alles beter ja. en uh, jullie slikken het maar lekker. ja er zijn heel veel theorieën wat het nou precies is um, en je gaat nooit het echte antwoord nee. krijgen want sommigen zeggen ja Activision wil dat spelers zo lang mogelijk in die game blijven en daardoor moeten ze dat soort systemen erin zetten um, maar wat wat mensen dus leuk vinden aan Dragonflight is van dit voelt weer als World of Warcraft ja. van vroeger maar dan in een nieuw jasje met nieuwe dingen met veel meer ...mounts om te verzamelen, gear om te verzamelen, transmogs om te verzamelen. En um, ja, daarbij hebben ze een hele leuke nieuwe plek gecreëerd met de Dragon Isles. Het is best wel groot, maar dat hebben ze dus heel groot kunnen maken... ...omdat je direct aan het begin van de uitbreiding een draak krijgt... ...waarmee je daar kunt vliegen. Je kunt niet met je gewone mounts daar vliegen. En dan moet je ook op een speciale manier die draak besturen. Dus als je duikvlucht maakt, dan maak je vaart. Dan kun je weer met een knop kun je de lucht in schieten. En ja, zo kun je eigenlijk heel snel van quest naar quest, van, van actie naar actie... En daardoor blijft het ook lekker snel. Heb je niet het idee van, oh, ik moet heel lang lopen voordat ik iets kan doen. Ook zelfs tijdens het levelen kun je heel snel van quest naar quest gaan. Is gewoon top. Dat voelt gewoon goed. Ze kunnen eigenlijk niet meer terug naar een nieuwe uitbreiding uitbrengen zonder Dragon Riding. Bijna. Oh, dat, dat is wel een flinke uh, uitspraak. Dit maakt questen ook zoveel ja, aangenamer. Ja. En Dat hebben ze ook gewoon uh, ontdekt uh, dat dat uh, een goed ding is. En uh, wat ik tot slot nog heel fijn vind is, het verhaal is weer wat behapbaarder geworden. De afgelopen uitbreidingen was jij de champion of Azeroth... en je had een magische ketting... en die moest je dan gebruiken om een uh, old god neer te halen. En ik van, uh, ja, jezus man, gaat echt mijn patch te boven ja, dit. Je, ik begon... Het is ook helemaal niet nodig om het zo moeilijk te maken allemaal. Nee, en je begon ooit in World of Warcraft letterlijk, weet je wel... met een zwaardje en een houten schildje. En zo ga je een wolfje killen. En opeens ja. ben je tegen een old god aan het vechten. Het, in Dragonflight ben je weer meer gewoon die soldaat... in het grotere geheel van... De Warcraft-wereld uh, die kijkt, hoe zeg maar de grote der, der aarde of de der Azeroth, ja um, het uitvechten en jij bent daar een onderdeel van. En dat vind ik persoonlijk veel aantrekkelijker en dat maakt het ook wat, uh, wat behapbaarder. Allemaal, je hebt gewoon de draken die heel belangrijk zijn en die draken zijn best speciaal. Bijvoorbeeld, hè, die hebben zogezegd de, de krachten van de aarde uh, gemaakt en ontwikkeld en die staan daar heel mee in connectie. Maar dat is allemaal redelijk behapbaar. En een draak is een draak, ja. je dat snapt iedere fantasy-liefhebber, snapt een draak. Waarom dat tof is, waarom dat cool is. Heb je ook in de Main City. Die, die is ook fantastisch trouwens. Kun je helemaal naar boven in de toren. En daar zitten dan die dragon aspects. Nou, die zijn echt gigantisch. Ze passen zeg maar niet in je scherm. Zitten ze daar allemaal heel cool. Ja, zijn van die kleine dingen. Dat het ja, leuk is om cool, in he? te loggen, zeg ja. maar. Leuk is om in die wereld te zijn. En uh, ik zie echt alleen maar positieve reacties van mensen. Ja. Dus uh, alleen maar goed. Spelen jouw uh, World of Warcraft vrienden dit nou ook weer een beetje? Of uh, gaan ze nee. dit binnenkort oppakken? Nee, die zitten te diep in uh, World of Warcraft Classic. Omdat zij runnen eigenlijk gewoon die guild eigenlijk met oh, een groepje. Ja. Dus dat is te dan veel heb verantwoordelijkheid. geen tijd voor andere dingen. Nee. Ja, er is wel een enkeling die wel zijn character heeft geleveld. In de nieuwe wereld. En een paar dungeons heeft ja. gedaan om gewoon even te checken. En die vindt het ook heel leuk. Maar, uh, ja, zonde, want dan kun je niet echt samen spelen, of wel? Uh, nee. Nee, 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 nee. Ik heb nu wel een beetje mijn eentje moeten spelen. Maar het is prima. Ik ga daar ook gewoon weer... Uh, ik ga misschien nog wel een beetje Dragonflight spelen. Want ik vind ja. het wel echt heel leuk. Uh, wat dingetjes vrij spelen die ik cool vind om te ja, hebben. Ja, je zit natuurlijk alsnog samen in Discord met ze. Dus je ja. alsnog met ze lullen. Maar... En ik, ik, um, ik heb ook sinds met WoW Classic. Wrath of the Lich King, dat is er nu nog twee jaar. En dan is het weg. Dus ik moet er nu ja. even van spelen. Ja, daar moet je optimaal van genieten. Dat is waar. Ja. En uh, maar Dragonflight loopt wat af Hoe gaat het dan uh, straks uh, werken als je een raid moet doen of zo? Kun je dan uh, wel aansluiten bij mensen? Of, uh... Ja, ik, ik denk niet dat ik in Dragonflight wil gaan raden. Je hebt nog steeds wel... Je hebt een hele makkelijke raid-mogelijkheid. Die kun je altijd inspringen. En dat is een soort van. Blizzard noemt dat ook een soort uh, festival ride door de raid. Daar krijg je ook niet hele goede gear van. Je krijgt dan wel mm. de gear in een ander kleurtje. dat je kan zien van. oké, okay, je hebt het soort van verzamelde <laughs> ja. gear. Maar, maar je hebt de neppe versie. Je hebt de neppe versie. <laughs> maar je kunt dan wel een soort van een keer hebben meegemaakt hoe die raid is. Ja, precies. Ja. Ja, dus dat is de easy, dan weet easy je alsnog mode. van. oh, dit is een toffe raid. Ja. Dat, dat je het in ieder geval een keer ja. zelf gezien oh, kunt hebben. Cool. Uh, ja, heel veel mensen waren daar trouwens heel erg op tegen. Echt? Ja, omdat ze vinden dat de Ja, raiden, maar dat zijn natuurlijk echt zijn de, de diehards. Uh, ja. De peasants moeten dat uh, niet kunnen voltooien. Ja, ja. Het was uiteindelijk zeg maar dat de gear die je ervoor kreeg was niet alleen... Die was uiteindelijk zeg maar nog net goed genoeg dat je het soms ook moest doen als je een goede raider was. Dus dan was je en LFR ah. en dat en dat aan het doen. Oké. Okay. Dus als je die ja. gear meer alleen cosmetisch had gemaakt was het misschien beter ja. ja, dat is wel beter. Ja, uiteindelijk wil je toch... Ja. Die rate dat doe je wel om een soort van stof te zijn, weet ja, je wel. En, sterker worden, en om sterker uh, ja. te worden, ja. En dan moet het wel echt een prestatie zijn als je dat ja. wel weet te voltooien. Uh, ja, dan moet er wel een bepaalde vaardigheid uh, bij je ja. kijken. En uiteindelijk zie je wel, zeg maar, dat de gasten de gasten zijn met uh, de gear die ze aan ja. hebben en zo. Dus ze kunnen alsnog wel cool doen, ook met achievements en zo. Maar nee, uh, heel positief over. Dus uh, ja, ik heb echt uh, in uh, die paar dagen die ik had, echt uh, iets van 15 uur Dragonflight gespeeld. Ja. Ook nog even naar de Kerstmarkt geweest in Duitsland zo nou, kort winkelcentropie. Ik hoorde dat, dat, dat het gigantisch uh, druk was. Uh, mijn schoonouders die waren er ook heen, maar die zeiden, ja het was zo druk, uh, we zijn niet eens naar binnen gegaan. Ja. Dat was echt niet normaal. Zij ja. waren dan in Düsseldorf geloof ik. Ja, wij waren Oberhausen geweest. Oh ja. vlak bij Duisburg is dat. Dat is, uh, ja, er zit een hele kleine kerstmarkt eigenlijk vast aan het winkelcentrum, we waren in die winkels, in dat winkelcentrum gaan. Mijn vriendin had een aantal winkels al uitgekozen die ze moesten ja. hebben, naar binnen. Hup, en weer lekker naar huis toe, want het was inderdaad vrij druk. Ja. Zelfs om tien uur in de ochtend al, zeg maar. Weet je. Wel geslaagd? Ja, wel geslaagd. We hebben wat cadeautjes gehaald voor de familie voor Zo, eerst. Lekker hoor. Ja, moet gebeuren, hè? Moet ja, gebeuren. Daar heb ik wel zin in. Lekker bij ja. de kerstboom. Ja. Hartstikke leuk. Ja. En ik heb ook met jou best wat warsong gespeeld. Ja, zeker. Gisteren nog een paar potjes? Ja. Gisteren. Uh... Nou, het ging niet slecht trouwens, want we kwamen wel de hele tijd ver. Ja. Alleen dan kwam het gewoon net de hele tijd verkeerd uit met de cirkel. Maar uh... ja, ik geniet er wel van, hoor. Ja, ik vind het weer steeds leuker worden. Want... Ja, dat vooral, ja. We zeiden laatst van je moet soms een beetje wennen aan zo'n nieuwe ja. Battle Royale. En het wenproces ja, is wel heel veel te wennen, ja. Ik zie wel een heleboel gemixte meningen online. De ene helft die vindt het de beste Battle Royale ooit. En de andere helft die vindt dat er eigenlijk nog een heleboel mis is. En ja, er moeten ook nog wel wat dingen aangepast worden. Maar aan de andere kant, ik vind het juist ook wel, wel leuk dat je niet zomaar je loadout hebt. Uh dat je ook met gewoon uh, wat random wapens dat je ook nog gewoon wat kunt betekenen. Ja, ik zie wel volgens mij de, de negatieve reacties komen vooral van de mensen die het echt twaalf uur per dag spelen. Ja, ja en dat is echt zo. Vooral die uh, ja, vooral die content creators die dan eindeloos uh, grinden die zeggen er worden geen leuke shooters meer gemaakt en blablabla. Ja. Bla, bla. ik zag dan ook een, een reactie van iemand erop van uh, ja gast speel eens een keer uh, een indie game of zo want. Ja, dat soort meningen zijn natuurlijk totaal niet representatief. Nee. Dat is gewoon. Dat zie je ook heel erg. Uh, ja, in andere games waarbij veel gegrind moet worden. Dan uh, gaan ze klagen dat er geen content meer is. Ja. Vind je het gek als je die game 20 uur per dag uh, speelt, weet je wel? Die, ja. die content is niet alleen voor jou bedoeld. Uh, uh, het is voor ook mensen die maar twee uur per dag spelen. Of die maar uh, een kwartiertje per dag spelen. En dan, ja, dan werkt het juist weer allemaal heel goed, voor mijn gevoel. Ja. En ook die content creators die zeuren dan dat beetje Bij hun vallen de views op Twitch een beetje tegen. De views op YouTube vallen een beetje tegen. En dan gaan ze zeuren. Ja. Dat is gewoon zo. Ja, al oh, keek iedereen naar is niet. Hoor. Nee, precies. Dat, dat is echt zo. Dan zijn ze opeens blij en vrolijk en is de beste game ooit. Ja. Nou ja, ik, ik moet zeggen, ik heb er hartstikke veel plezier mee. Maar wel ook in uh, bite-sized moments, weet je wel. Gewoon ja. één, twee potjes. Uh, of nee, ja, ja. Is wel heel weinig. Drie, vier, vijf, zoiets achter elkaar. Ja. En dan heb ik wel weer genoeg van. Het hoeft niet uh, tien uur aan een, aan een stuk meer. Nee. En is het ook goed. Nou ja, het is geen uh, coronaperiode meer, hè? Nee, dat is, dan, klaar. Uh, dat is klaar. We hebben ook nog andere dingen te doen tegenwoordig. Ja. Nee, maar uh, lekker, lekker genieten, vriend. Uh, lekker met z'n uh, even die, die Warzone in. Lekker Almazra in. En ja. dan, uh... Ik moet trouwens zeggen, mijn broertjes spelen wel echt heel veel. Ja, die spelen echt wel de hele dag, ja. Ja, die spelen wel heel de veel dag, bijna. Ja, als ja, je, als cool. je ook uh, even wil joinen, dan uh, is er altijd wel iemand online. Dat is wel lekker. Ja. Is altijd wel Normaal moet je altijd nog een beetje speuren. Naar, kan ik ergens een teampje vinden? Kan ik nog ergens een winnetje vandaan schrapen vandaag? Maar uh, die gasten die, uh, die zijn altijd wel uh, lekker, uh, ja, lekker bezig. Studentenleven dan heb je Ja, dat is de live. Dat is echt de live. Zo. Dat is echt live. Wat heb je nog meer gespeeld? Oh, dat was het wel een beetje. Nou nee, ja, God of War Ragnarok heb ik nog niet echt over gehad. Hè? Oh, ja. ja, ik heb dus drieënhalf uurtjes gespeeld. Vooral ook omdat dus ik lekker Dragonflight zat te spelen... en ik dacht van, ik moest ook die review afmaken. Ja. Dus ik dacht van, nu in mijn vakantie heb ik de tijd om het te spelen. Ik had ook meer zin om dat te spelen dan God of War. En ik, had, ik heb 3,5 uur gespeeld, dus ik mag nog niet te veel oordelen. Maar ik had wel van, ja, ik zit gewoon... Tot nu toe ben ik een beetje God of War 1 aan het spelen... wat er mooier uitziet. Ik zie dat het nog iets beter is uitgewerkt... nog iets beter over is nagedacht. Um, maar ook een beetje, dingen zijn ook een beetje copy-paste. Het ja. begin is echt exact hetzelfde. Eerst vecht je tegen Balder, nu vecht je tegen Thor... Uh, maar ja, het speelt wel weer echt heel lekker. Ik, ik moet zeggen, de combat, combat zonder dat je wat dingen hebt vrijgespeeld, voelt nog wel een beetje sluggish. Ja. Ik moet echt best wel vaak slaan om een beest dood te krijgen. Dan ben je die ene aan het mappen. Dan word je weer van achteren aangevallen door een ander. Nu ja, gewoon op medium? Of, uh... Gewoon op normal, wat, ja. zeg maar de motie staat aangegeven als je de game opstart. Daar speel ik het ja, gewoon ja, op. Precies. Dus ja, ik ben wel twee keer of zo dood gegaan. Als je even niet oplet, dan uh, kun je nog wel best wel snel doodgaan. Maar ik, ik heb net tegen een uh, groot hagedismonster-dinosaurus-ding gevochten. Zo. Toen ik naar, onderweg was naar een mijn. Nu weten mensen vast waar ik het over heb. Uh, en ik ben nu onderaan bij de mijn gekomen. Maar dat hagedismonster, dan kon ik opeens best wel doorkrijgen van: oké, okay, op dit moment moet ja. ik periën. En als je dan een perry hebt gedaan, dan doe je ook meer damage. Denk van: oké, okay, ja, nu kom ik iets meer in de combat flow. Dus misschien moet ik ook nog even bannen. Ja. Die mops, dat is toch ook vaak weer uh, meer een hinderlijke onderbreking van het verhaal. En bij die borsters dan heb je nog echt het idee van uh, ik ben ja. lekker bezig. En dan... Ja, dat, is, dat vind ik wel. Ja. Dan komt er weer zo'n groepje mops opeens tevoorschijn. Zo <laughs> ik ja, Dan denken we nou komen ze weer? <laughs> ja, komen ze weer. Ja. Dan moet je dan denk ik laat halen. me met rust, joh. Ja. Dat is een beetje net zo vroeger met uh, Pokémon, dat je dan zo'n uitroep deed: je, oh, weer een trainer. <laughs> ja. En dan moest je, ja, dan moest je hem weer verslaan. Ja. En dan uh, deed je twee keer flamethrower en dan was hij weg. Ja. Dat is gewoon. Uh, Annoying, weet je wel. Ja. Maar uh, het, het is... ja, uiteindelijk voor die baas doe je het een beetje voor. Ja, het is eigenlijk niet alsof die mobs uh, het verhaal dienen. Ze, nee. ze zorgen er alleen maar voor dat het langer duurt... voordat je bij je volgende verhaalpunt ja. bent. Ja, dat heb ik ook bij die mijnen. Want om, om de vijf meter komen er opeens weer een paar tevoorschijn. Ja. En die moeten je dan weer een paar kletsen geven. Ja, dat is dan een beetje lastig bij uh, zo'n lineaire game... Uh, als God of War. Dan, ja. dan zijn die mobs een beetje puur bedacht... om jou al langer die game te laten spelen. Ja. ja. Terwijl... Uh, ja, kijk, bij zo'n zo game als The Last of Us of zo, dan dient het toch de wereld, weet je wel. Ja. Die, uh, ja, die wereld die zit vol met zombies en uh, dan, dan is het logisch dat ze er zijn. Ja. En dat, dat mis je wel een beetje bij, uh, bij een game als God of War, denk ik. Ja, je hebt dan op zich is er nog wel wat logica achter van waarom zijn die monsters er en die monsters willen jou vermoorden. Oké, okay, snap ik, maar... Het voelt inderdaad af en toe van... oké, okay, ik wil nu weten wat er in het verhaal gebeurt... Ja. maar ik moet eerst nog deze 200 gastjes verslaan... die ik al honderd keer heb verslagen. Maar goed, die, die bossfights die ik tot nu toe heb gedaan... zijn wel echt uh, heel vet om te doen. Ja. Hoezo ja. denk je dat ze het begin zo uh, hetzelfde hebben gehouden... als uh, God of War 2018? Ik heb echt geen idee. Maar het is echt bijna copy-paste. Ja, ik, ik weet niet. Ja, Het, 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 zet natuurlijk wel een, het is natuurlijk wel een leuk idee... om een soort van de, de eindbaas alvast een keer tegen je te zetten. Of niet ja. een grote baas. Maar ja... Ik dacht van, ja, dat truc, trucje heb je al een keer gedaan. Weet je, waarom moet het nou nog een keer zo? Um, Odin komt er dan ook aan het begin langs om je even te tanten. Je had het ook daarbij kunnen laten, weet je wel. Laat gewoon Odin één keer zien en dat Odin bijvoorbeeld tegen je zegt van... Uh, luister, je gaat nu kappen waar je mee bezig bent of stuurt stuur Thor op je af. En dat je dan uiteindelijk op, opeens Thor tegenkomt. Yeah. Een soort van, Odin is er nu klaar mee, nu komt Thor op je af. Dat had ik misschien nog vetter gevonden. Tenminste, dan is het in ieder geval iets anders dan wat je gewend bent. Yeah. Dus wat ze nu natuurlijk doen daarmee is ook een beetje de gameplay mechanics aan je uitleggen. Dan zeg van, nu moet ja. je perryën, nu moet je dit doen. Ja, dat is op zich ook wel tof dat ze dan, dan door middel van zo'n uh, toffe baas doen. Ja. En niet dat je het doet door tegen een boom aan te nee, slaan of zo. Precies. Dus deze voordelen goed. en nadelen, ja. zeker. Was jij al begonnen met Ragnarok? Nee, zeker. Nee, nog niet uh, begonnen, nog steeds niet. maar uh... Zit hij in de pipeline? Of, uh... Ja, ik weet niet. Ik voel weinig urgentie om uh, dit uh, te gaan spelen. Ik weet niet waarom. Ja, ik weet ook niet waar een dat een aan ligt, want ik vond uh, het eerste deel vond ik wel echt vet. Alleen, ja, ik heb niet het idee dat ik een tweede deel uh, mis of zo. En, uh, ja. Ik Iedereen weet zegt dus, als je het eenmaal hebt uitgespeeld, dan denk je echt van, wauw. En dat, ik heb zelfs ook dermetjes gehad op Discord van mensen van, je al gespeeld? heb je het al gespeeld? Uh, ja, dat geloof ik dan, best. Ja, van mensen willen gewoon, uh, het sch er schijnen gewoon zulke vette dingen in te zitten. Mensen die ja. nu luisteren denken waarschijnlijk ook van, oh jongens, speel alsjeblieft door. Dus daarom wil ik ook gewoon doorspelen, omdat ik weet van, er komen sowieso vette dingen aan. Maar... Ja, als ik gewoon denk van waar heb ik nu zin in om te spelen? Had ik meer zin in World of Warcraft en een beetje Warzone dan, ja, dan dat? Ja, ik ook. Dat geeft je gewoon die uh, snelle serotonine boost, ja. weet je? dan boem, boem, boem. even een winnetje pakken en dan uh, ben je weer blij. Ja, dan ben je weer een grote jongen. Ja, dan, ben je, dan hoef ik niet veertig uur voor te spelen. Ja. Ik zie dat jij hebt opgeschreven dat je Vampire Survivors hebt gespeeld. Ja, ja, ja. Hoe dat zo opeens? Um, nou ja, dat kwam zo. Uh, het is inmiddels uh, ja, gratis uh, te downloaden in ios uh, App Store en uh, op Android. Gratis? Uh, gratis. Ik heb er helemaal niet een een euro euro betaald. Echt? Nee, joh. Ja, op Steam. Dat meen je niet? Ongelooflijk. Ik dacht dat het 3 euro was op Steam, maar. Uh... Nee, het is inmiddels dus gratis uh, Werd aangekondigd met uh, The Game Awards. Waar we het uh, straks natuurlijk uh, over gaan hebben. Ja. Je, wat zit je ja in? Ik zit ondertussen nog even de, de wartaal van Sven daar zit ik nog even te lezen, die uh, hij zei... is uh, zojuist komen kijken in de chat. Ja hallo, Tom dacht het is min 10, laat ik een uh, t-shirt aandoen. Nou jij ja, kan je vertellen, hier in de studio is het geen min 10. Nee, hier is het gewoon warm. Eerder uh, 25 graden ongeveer. En uh, hij zegt, uh, en mij maar shade blijven geven voor The Last of Us 2. Gebeurt hier precies hetzelfde. Nee, ik ben nog niet begonnen. <laughs> En ik weet 100% zeker dat Lastvers 2 een betere game is. Nee, nee, blablabla. Bla, bla, dit dat is dus zo. <laughs> dit is een gevaarlijke comment. Ja, Maar hij kan ook niet zeggen van niet, want hij heeft al last niet uitgespeeld. Ik kan het eigenlijk ook niet zeggen, maar maakt mij niet uit. Nou ja, Ik heb dus uh, Vampire Survivors was dus gratis in de Store. En uh, ik hoorde ook veel buzz rondom deze game. Dus ik dacht, nou, dat moet ik ook eens uit gaan proberen. En wat is nou idealer dan dat het gratis is? Het is natuurlijk ook te spelen op Game Pass. Maar als je even op de bank zit of in de bus of. Uh, in de trein, dan uh, kun je lekker het telefoontje erbij pakken. En uh, dan kun je gewoon lekker graag spelen. En uh, ja, het klikt wel tot nu toe. Je speelt het een beetje fijn op de telefoon? Nou ja, het speelt best fijn. Ik uh, kan het wel even erbij pakken. <laughs> dan uh, kan ik laten zien hoe dat werkt. Oh, het werkt. Geluid staat al uit. Maar uh, ja, tot nu toe uh, best wel fijn. Uh, natuurlijk, de gameplay is niet heel ingewikkeld. Nee. Je wandelt een beetje in het rondte en uh, je klikt aan welke upgrades je wil. Dus in die zin uh, is het eigenlijk perfect uh, geschikt voor het mobiel. Um, ik denk de reden dat het gratis is, omdat ze, er, <laughs> omdat ze er ontzettend veel reclames in hebben gestopt. Je kan bijvoorbeeld, uh, als je dood bent, dan kun je reviven door één reclame te kijken. Ik weet niet hoe dat in de normale game nee, is. Nee, dat bestaat niet in de dan normale. Dan kun je helemaal niet reviven. Of, uh, nee, volgens mij niet. We alleen wel koop wel als power-up. Ja, ik denk het wel. Ja, oké. Okay, nou ja, je kan dus... Uh, oh ja, je hebt vier ventjes. Nu vier ventjes. Toe ja nou, ik, ik heb er twee vrij gespeeld maar oh ja je kunt er uiteindelijk veel meer hoor echt ja ja maar die, moet, die komen later pas als je meerdere maps hebt uitgespeeld ah oké okay. ja ik heb dit een keer gelivestreamd, hè had jij kunnen zien ja nee heb ik niet gezien toen jij het ging je moet live streamen veel snelle mobs verslaan je gaat veel te traag hoezo maar Want dan je kan je toch als... niet tegen ze aanlopen anders ga je het niet halen nee maar dan moet je een ander ventje kiezen waarschijnlijk maar je kunt toch ook richten waar het heen schiet nee jawel als je nu een kant op kijkt die kant schiet hij op waarschijnlijk ja oké okay, maar dan loop ik tegen ze aan ja maar dan moet je dus slim doen zie je hup hup ja, heel goed. Oh ja dat, is wel, ja, dat is, ja, dat is wel iets beter. Ja, anders ga je Ja, maar is echt ja, dat is wel echt moeilijk draaien. op mobile. Oké, okay, ja, dat kan best. Maar uiteindelijk krijg je toch meer power-ups. Dan uh, level ik toch weer snel. Ja, maar je moet dan... Ja, maar je moet heel snel levelen. Anders red je het niet. Dat okay. had ik dus elke keer. Ja, laat mij lekker de game uitvogelen. Moncom... Meneer Pro. Toen kwam de... Moncoman, nou ja, de monkelman heeft mij... Wat oh, oké. Okay. Toen ik het aan het streamen was, kwam de monkelman even zeggen van... Uh, die had echt al bijna alles uh, in lock, volgens mij, toen. Ik kwam even wat tips geven. En die zei ook... Toen ging ik voor mijn gevoel al snel met levelen. Hij zei, je gaat veel te traag. Je gaat veel te traag. Je redt het niet. Want uiteindelijk loop je dan gewoon vast. Ja, oké. Okay. Dan heb je niet genoeg power-ups om de mobs te verslaan die op je afkomen. Ja. En dan is... De truc is dus zo snel mogelijk levelen. De ja. juiste power-ups. En dan, ja, uiteindelijk ben je Ja, oké. Okay. Nou ja, ik, ik heb pas net uh, iets van... Uh, wat is dat? Twee, twee en half uur, drie uur erin zitten of zo. Oh ja. Dus uh, ik, heb, ik heb een paar potjes gedaan, maar... Uh... Ik denk wel als ik... mensen dit willen gaan spelen, is het wel een tip om even op internet wat tips op te zoeken. Oké, okay. hoe je het beste Vampire Survivor kunt spelen, ja. want dan ga je wat sneller. Progressie ja, maken. ik merkte ook nu wel dat, dat ik dit misschien beter op Xbox kan gaan spelen of zo. Want ja, daar zit hij gewoon lekker in Game Pass en dan uh, ja, speelt misschien toch wel met een controllertje iets makkelijker. Ja, en uh, ja, laat je niet uh, voor de gek houden door de simpele graphics, want het is wel gewoon een hele toffe game. Ja, en. Uh, ja, je, je krijgt ook steeds meer mechanics aangediend en dat, dat is gewoon best wel tof. Uh, ja. Ook ja. wel een coole soundtrack. En ja. inderdaad, ja, de game wordt gewoon steeds uitgebreider. Dus op het begin denk je van, ja, wat is dit nou voor simpele game? Maar uiteindelijk dan, uh, ja, dan krijg je steeds meer uh, toegang tot power-ups en uh, ja, dan wordt het uiteindelijk wel een hele toffe game van. Ja, je krijgt weer nieuwe maps, nieuwe poppetjes om ja. mee te beginnen en uh, nieuwe krachten krijg je uiteindelijk. En ze zijn zelfs nog uh, nieuwe content aan het maken voor die game. Dus het gaat helemaal gek. Ja, er kwam een uitbreiding aan, geloof ik. Ja, die gaat heel veel nieuwe content toevoegen. Zo, oké. Okay. Ja, zeker. Maar je hebt dit al uh, moeiteloos uitgespeeld? Uh. Nee, 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 zeker niet. Nee, zover ben ik niet gekomen. Zover heb ik niet eens gespeeld hoor. Een paar uurtjes, denk ik. Ik had denk ik net uh, nog twee extra maps en een paar extra ventjes bij, vrijgespeeld. Oh ja. Maar uh, nee, het is wel... Uh... Uiteindelijk wordt het pittig ja, als je dus niet, uh, niet heel snel levelt. Nee. Dan ga je gewoon dood. Dan ga je dood. Ja, helaas. En dan uh, kun je weer uh, nieuwe power-ups kopen en dan kun je het opnieuw proberen. Ja. Sven trash ons nog in de Twitch-chat. Ja. Oh, ja, ik zal alvast zeggen, dit was alvast mijn mediatip. Dan hebben we het blokje mediatipjes <laughs> alvast gehad. <laughs> ja. Die uh, kun je dus nu gratis downloaden in uh, iOS of Android uh, Store. En uh, op uh, Xbox Game Pass, maar daar was je al. Ja. goede tip. Uh, Sven die zegt nog even in de Twitch-chat. Ik heb meer uur in de la uren in Last of Us 2 zitten dan Nick en Tom samen in, in God of War. Dat is so. niet waar. Niet in God of War. Wel in God of War Ragnac. Ja, wel in God of War ja. ja. Krapper, Krapper. Hey, um... ja, maar dat maakt het des te meer nog meer zonde dat hij de game niet heeft uitgespeeld. Maar, ja, okay. Hij was al zo ver. Ja. Hé, hey, de uh, Game Awards. Dat is volgens mij ook de titel die ik uh, deze podcast ga geven. Dus uh, daar moeten we het wel even over hebben. De um, Game Awards duurde zoals gezegd iets van drie uur. Is zo. Best wel lang. Dat is wel ja, flink lang. Ome valt had er zin in. En... Um... Naast dat er awards zijn uitgereikt, zijn er aankondigingen gedaan. Laten ja, even dat even... is eigenlijk het belangrijkste gedeelte van de Dat is het ja. Laten we eerst even lekker kijken naar die aankondigingen. En dan kijken we zo wel uh, wat, wat de winnaars een beetje waren en wat we daarvan vinden. Um, ja, eigenlijk jammer dat Sven en Julien er allebei niet zijn. Ja. Want er was een nieuwe trailer voor Final Fantasy XVI. Wauw. Wauw. Dat komt uit op 22 juni 2023. Dus ja, de, de, de hype train moet langzaam gaan lopen het komende half jaar. Ja. Ik moet zeggen, wat ik ervan heb gezien, ziet er wel cool uit. Of ik het ga spelen. Dat is weer een ander verhaal. Want je weet dat dit weer een enorme game wordt. Ja, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Ja. Midden in de zomer. Ja. En dan kun je wel leukere dingen bedenken, denk ik. Ga je lekker op vakantie? Wel. Waarschijnlijk wel. Ja, lekker op vakantie naar Eorzea. Zo weet hij weer oh het ja. Toch? Eorzea. Eorzea. Ja. Uh, ja, ik heb hier persoonlijk ook niet heel veel mee. Maar ik vind wel. Ja, het steltje wat ze hebben gekozen. Met uh, grote monsters en uh, armor en soort van. Ja, middeleeuwsachtig thema. Ja. Dat vind ik wel heel cool. Ja. Ivalus heet het dit keer. Oh, sorry. Eorzea is in Final Fantasy XIV. Oh. En nu is het weer een andere wereld uh, blijkbaar. Oh, oké. Okay. Ja. Het is wel weer verbonden met elkaar. Het uh, zal, zal best. zal best. Ja. Nee, je weet gewoon dat dit een knijter van een game gaat worden. Het wordt heel erg vet. Ja, niet voor niets heeft Square Enix... Uh, bijna alle andere assets die ze hebben qua studios en zo hebben ze verkocht. Uh, ze, ze gaan alleen nog maar Final Fantasy doen. Haast. <laughs> ja. het scheelt niet veel. Zo. Ja, ze hebben ook nog voorspoken, natuurlijk. Maar voor de rest uh, lijkt de focus redelijk op dit soort type games te liggen. Uh, ja, ik heb altijd een beetje problemen met dit soort games dat, dat ik het verhaal moeilijk te volgen vind in die j-app uh, yeah, geest. Het nou ja, zoals jij net zei, met fantasy en moeilijke dingen. Dit gaat me nou echt een beetje de pet te boven. Ja, en dan uh, hoop je maar dat de gameplay heel erg leuk wordt. Ja. Dan moet ik zeggen dat ze het in Final Fantasy XIV op zich nog best redelijk weten te doen. Ja. Maar bij die andere Final Fantasy games had ik inderdaad altijd vrij, wel vrij veel moeite. Ja, je hebt natuurlijk Kingdom Hearts. Dat is natuurlijk ook één grote puzzel. Ja. Ja, dat is inderdaad Ja, uh, en daar vind ik het dan leuk dat het om uh, Disney uh, draait. Ja. Maar, uh, dus dat houdt je nog een beetje geboeid, weet je wel. Maar... En die werelden zijn natuurlijk super tof. Ja. ja. Dat heb je met dit ook wel een beetje. Maar ja, het is ja. altijd... Uh, ja, zo'n apart uh, raar verhaal. Maar ja. Ja, misschien dat het bij dit uh, deel anders is. Ik uh, blijf graag positief. En uh, ja. ja, puur qua stijltje. Ik vind het er tof uitzien. Dus uh, misschien als... Uh... Ah, je weet ook gewoon dat die gameplay weer heel vet wordt. En die wereld die, die wordt heel gruwelijk. Dus ja. ja, dit wordt sowieso een knaller. Maar het, was, het is niet zo'n knaller die voor iedereen is weggelegd, denk ik. Het is niet voor iedereen zijn uh, cup of tea. Nee, en dat uh, snap ik ook. Ja, ik ben wel benieuwd wat je van deze vindt. Ik uh, zie een... Uh... Dus dat pak ik even aan in het artikeltje. Oh, oké. Okay. Ja. Maar uh, ik ben... Uh, ik uh, weet wel wat ik van deze vind, hoor. Van Armored Core? Ja. Fires of Rubicon. Ja, dat is van uh, <laughs> Elden, Elden Ring ontwikkelaar From Software. Ja. Armored Core 6 maken. We, we hebben al heel lang niks meer gehoord van uh, deze franchise. Nee. Zeker niet. Um, de, de mensen waren ook een beetje vergeten dat dit ook, ook van From Software was. Ja. Iedereen dacht van, oh, zij maken alleen maar Dark Souls en Dark Souls-achtige games, maar dat ja. is dus niet zo. Maar ook weer niet, want... Uh, ik las toevallig, uh, la ja, wat was het, gisteren of zo, las ik oude comments op uh, Reset Era. En toen was Elden Ring nog niet uit en toen uh, was er een of andere dude die, uh, die postte al dingen van, uh, ja, ze zijn ook nog bezig met Armored Core. Ja. Dus dat komt er ook nog aan. En uh, nou ja, nu is dat dus eindelijk aangekondigd. Ik weet nog, voordat Elden Ring werd aangekondigd, gingen mensen ook gokken wat de volgende game zou zijn van ja. software Toen werd de Armored Core wel een aantal Ja, best wel vaak genoemd ja. inderdaad, ja. Maar ja, Armored Core is een, uh, een mech-game. En ik moet zeggen dat ik zelf niet gecharmeerd ben van mech-achtige Nee, ik hou ook niet, ik hou ook niet van Transformers mech. Transformers vind ik ook niet leuk. Het spijt me, mensen. Ik vind Transformers wel cool eruit zien. Alleen ik heb dus... Ja, ik kijk dat dus nooit. Maar vooral de tekenfilms vind ik wel tof, zeg maar. De, de anime vind ik wel tof. Ja. Maar uh, ja, die Michael Bay-bullshit, daar hoef je echt nou, niet zeggen, bij mij mee je, aan te komen. Laatst laat die trailer met die grote gorilla, die vond ik best wel cool. Oh. Die gek, ja, nou. vond ik de gorilla cool. de auto's Ja, oké. Okay. Nee. De oude bad. Nee, ik vind het ook best wel best suf dat, dat een auto kinderen. dan een robot wordt. Ja, ja, dat is toch echt voor kinderen? Dat is wel een beetje ja, <laughs> voor kinderen. Dat is een kort ik wil mensen op. niet uh, belachelijk maken. <laughs> nee. Want ik weet dat er uh, luisteraars zijn die Transformers wel heel cool vinden. Dus die ga ik nu niet uh, de grond intrappen. Maar, uh... maar ik vind dat Transformers er altijd uitzien als een soort speelgoedje in de intertoys, wat dan in de budgetbak ligt. Ja, maar dat is dan echt die goedkope, die vrachtwagen, weet je ja. wel? Ja, dat is dan niet dat goedkope. Dat... Maar je hebt ook hele coole, zoals die Optimus Prime van Lego. Ja, die vind ik wel echt gruwelijk. En die heeft ook dan echt zo'n klassieke doos. Ja, dat, uh... dat is wel gewoon echt tof. Maar dat is ook echt gewoon, ja, die uh, oude, wat is het, jaren 80, jaren 90 uh, Japanse vibe. Ja, dat vind ik best wel cool. Maar ja. Uh... Armored Core dus. <laughs> ja. het ging helemaal niet over Transformers. Nee, het ging helemaal niet over Transformers. Ja, Armored Core inderdaad. Waar maar ik... ja, jij zei, ik hou ja. niet van mech's. Nee, ik vond, ik vind mech's niet zo cool. Um, ik, als ik in een game speel, dan speel ik liever gewoon met mensen dan met een robot. Um, ik weet niet, ik kan, ik kan, me niet echt verbonden voelen met als ik een mech speel in een Vond je Macs Pacific zit. Rim ook niet cool? Dat vond ik wel uh, heel cool. Uh, Pacific Rim. Maar dat is niet echt cool. Mac, Dat zijn grote robots. Maar ja, dan denk je. Dan vond ik die, dan vond ik de Kaiju's dat... daarin toffer, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja. ja. Ik weet niet, dit Amorted Core, dat je dan zo'n robot, ik weet niet, ik vind dat niet zo cool. Maar wat ik wel weer leuk vind aan wat je hiervan hoort, is dat je moet vechten tegen hele grote eindbazen, heel ja. explosief. En wat je gewoon weet van From Software is dat zij hele goede boss fights kunnen maken. Ja. Dus gaat dit tegenvallen? Ik was, was dus uh, ook niet echt fan van Max, tot ik dit zag. Oh. Ja. Ik ben nu de grootste Mac-fan op aarde. Oh. <laughs> <laughs> McDonald's. <soms. laughs> nee, geen McDonald's. Nee, dat. Oh. Dat, uh, ja, is, is, eens in het jaar is dat lekker. Maar daarna denk je, toch een beetje vies. Ja, Zodra je het hebt gegeten. Ja, ja oké, okay, <laughs> wel iets vaker. Vooral als je veel gesopen hebt, dan kan het wel erg lekker zijn. Genieten. Dan is het heerlijk. Maar uh, ja, puur dat hele steltje van wat ik hier zie. Ja, ik, ik vind het wel veelbelovend eruit hoor. Ja, ik ben dus wel een enorme slet voor post-apocalyptische games. Ja. En dat is dit ook weer wel. Dus ja. dat vind ik dan weer wel heel tof. En ook, ja joh, als je die uh, robot ziet bewegen... Ik weet natuurlijk niet hoe het uiteindelijk in-game uh, in eruit komt te zien. Maar ook dat, er dan, ja, dat dan zijn helm verandert en dat hij dan uh, lasers afvuurt. Uh, ja, ik vind het wel. Uh, ja, het ziet er veelbelovend uit. En ik ben wel bereid om dit een kans te gaan geven. En uh, komt dat ook vooral omdat het van From Software is? Ja, tuurlijk. Nee, ja, From software uh, is mijn religie. <laughs> en uh, Miyazaki, Miyazaki is, is de God. profeet. Oh, de profeet. Ja, dat is profeet. ja God kan ook. Maar net hoe je het noemt. Young maar uh, ja, daardoor heb ik wel gewoon veel vertrouwen in deze game. Ja. Uh, ja eigenlijk stelt From Software mij nooit uh, teleur. Dat uh, begon vroeger al met Kurikuri Kuri Mix. De geweldige game, Kurikuri <laughs> Kuri Mix. En uh, inmiddels, uh, ja, Dark Souls, Reeks natuurlijk uh, geweldig. Uh, Bloodborne was geweldig en Eldering uh, was een van de beste dingen ooit. Ja, maar, ja. Ik, ik denk dus wel dat mensen op moeten passen met deze game. Dit is geen Souls game. Nee, nee, nee. nee. Maar dat, dat heb ik al wel geaccepteerd hoor. Ja, oké. Okay. Ik, uh, ik vind het juist wel cool om dan ook uh, een hele andere kant van Fromsoftware uh, ja. te gaan uh, ontdekken. Ja, dus, en, uh, Maar de grote explosieve bossfights die zitten er nog steeds ja. wel in. Ja, en dat vind ik ook wel heel tof. Uh, ik had al even wat beelden opgezocht van uh, Armored Core 5 dan. Uh, nou ja, dat is natuurlijk al echt wel een super oude game. Die kwam uit op de PlayStation 3. Die was voor namelijk multiplayer focused geloof ik. Ja. Je moet een beetje door de, ja, door de oude graphics heen kijken. Maar ja, wat ik daarvan heb gezien, zag er ook al best wel cool uit. En ook de verhalen die ik dan hoor vanuit uh, ja, de hardcore, Core fans, die er nog wel her en der te vinden zijn. Ja. Ja, die, die zijn ook wel gewoon uh, positief. Ja. Best wel, uh, eigenlijk iedereen die dit vroeger heeft gespeeld, ja, die is hier echt zeer over te spreken. Dus, uh, en als je dan ook nog meeneemt, met de groei die FromSoftware de afgelopen jaren heeft gemaakt. Dan, uh, ja, dan kan het best wel gewoon een hele toffe game worden. Ja, denk ik ook wel. Kan niet missen. Hé, hey, uh, andere knallen. 2023, 2023 oh. komt die uit, trouwens. Ja. Andere knallen die we hebben gezien. Is uh, Hades 2. Komt ook uit in 2023, volgens de planning. Zo. So. Jezus, die eerste game. Wat een knaller. Op ik heb het trailer op... nog niet eens gezien, hè? Oh, nou, Ik dan heb het uh, aanzet. Maar in ieder geval, uh, Hedis 1, dat is die hele kleurrijke game die opeens op je Nintendo Switch verscheen en op... <laughs> opeens, opeens, opeens je op je op PC. Switch. En nu is die overal maar beschikbaar. Hij speelt op PC wel beter trouwens, dat uh, merkte ik al wel. Maar uh... ja? ja, Ik heb hem uiteindelijk uitgespeeld op de Nintendo Switch, origineel, origineel. Niet de real-ending, want daarvoor moet je hem iets van, uh, wat is het, tien keer uh, uitspelen of misschien nog een vaker. Maar uh, ja, ik heb hem gewoon een uh, paar keer doorlopen. Het is best wel een hele pittige game. Als je het eenmaal uh, door hebt, als je een beetje ja, weet hoe het werkt, dan is het wel echt heel gruwelijk. Ja. Uh, ja, voor iedereen die dit nog nooit heeft gespeeld, ga dit alsjeblieft spelen. Geloof ik ook gratis op Game Pass. Ik weet niet of het nog steeds zo is, ik denk het wel. Maar uh, ja. wat we is niet gratis op Game Pass tegenwoordig? Hè? Ja, wat niet? Oh, nee, we mogen niet positief zijn over Microsoft. Er was weer iemand boos. <laughs> ja. Die zei dat er te veel Xbox-fanboys uh, waren. Ja, ja, We gaan binnenkort een podcast opnemen met uh, het Gamejaar 2022. Dan zullen we het er dan nog uitgebreid over hebben denk ik. Ja, zeker. Dat is misschien een goed idee. Maar uh, dit is wel weer een soort van geëvolueerd stijltje ten opzichte van uh, het origineel. Ja, ja maar die artstijl is toch zo fantastisch. Want dit is... soort cinematics, dat heb ik niet eerder gezien. Nee, nee. Maar ja, de, de artstijl is herkenbaar, maar nog ja. wel een soort van geëvolueerd. De wereld lijkt nog rijker getekend. Een soort van, er zit ja. nog meer opvulling in de wereld. Ja, er zit een veel meer mee. detail in nog uh, inderdaad. Ja. Zeg maar de gameplay... Want die laat ze ook zien in het trailer. Dat is nog wel redelijk uh, over, ja, overeenkomst met uh, deel 1. Ja. Maar het ziet er gewoon allemaal nog gelikter uit. Ja. Maar een nieuw personage trouwens. Je speelt niet meer met. Uh, met, met uh, wat was het? Hercules was je of zo? wie was je eigenlijk? Nee, uh, het was iets met een A. Ik krijg een A door. <laughs> Ik krijg een A door. Apollo? Apo, 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 Apopolis? Apop ja, zoiets was het. Oh, Zoek eens op. Moeilijke naam. Waarschijnlijk heeft de chat het alweer sneller. Sagreus, bijna. Dat is niet <laughs> goed. Maar, uh, oké. Okay. Hades is mijn karakter. Ja, joh, maar uh, bijna alle Griekse figuren zaten erin. Ja, dat is waar. Waarschijnlijk in... bedoelden wij Achilles of zo. Ja. Zit er ook in. Maar in Hades 2 speel je dus een soort, krijg je meer een soort magisch-achtige route, Het lijkt wel of je tegen een heks moet vechten. En, uh... Maar in ieder geval, je, dit is gewoon weer... We komen wel in een goed rijtje trouwens, maar weer een game waarvan je weet... Maar, die kun je blind kopen en je weet gewoon dat het leuk is. Of zeg je nou iets heel geks? Nee, ja, 100%. <laughs> dit wordt gewoon weer een. Uh, Game of, the year, -kandidaat. Een, een Game of the year kandidaat. Deze gaat weer uh, tienen krijgen. Dat uh, kan ik je nu al garanderen. Er komen echt goede games aan volgend jaar. Zo thuis. ja. De mensen zeggen ook al van. Nou ja, afgelopen jaar was het misschien een beetje. Uh, droogte. En zelfs, ja. zelfs dit jaar vond ik het nog goed hoor. Ja. Ik heb uh, best wel genoten van bepaalde games. Maar uh, volgend jaar wordt echt uh, gekkenhuis. Gekkenhuis. Want het zijn gewoon een heleboel games die dit jaar hadden moeten uitkomen. In combinatie met games die sowieso al volgend jaar uh, zouden uitkomen. Ja. Ja, en dat wordt uh, een volgepakt jaar. Zeker. Lekker druk. Uh, ja, lekker hè. druk. Dat, uh, zo willen we het graag zien. Ja. We hebben ook gezien een nieuwe trailer van de maker van uh, Bioshock. Uh, Ken Levine. Judas heet die game. En het is eigenlijk of je naar Bioshock zit te kijken in die trailer. Zo, dat dacht ik echt precies hetzelfde. Het is weer een beetje die Steampunk-stijl. Uh, veel humor zit erin, veel vreemde dingen eigenlijk. Er komt een, bijvoorbeeld een hondenauto stond opeens voor je en dan gaat ze oortje omhoog en dan kun je instappen. Er komt een hele vreemde robot komt op je afrennen. Maar ondertussen heb je soort een soort hele erge, enge, horrorachtige vibe. Ja. ja, dat is gewoon een soort Bioshock-achtige wereld. Uh, en die game gaat dus Judas heten. In de trailer krijg je al te horen van: ja, Was ook... deze mensen moeten jou helpen ontsnappen, bla bla bla. Wat zou je zeggen? Was ook het eerste wat ik dacht toen ik deze game zag. Toen dacht ik: Leuk, een nieuwe Bioshock. Ja. Ook toen ik dat plaatje zag van die man en vrouw die aan het kussen waren. Dan ja. denk je van: Oh, dit is Bioshock Infinite. Iedere cookie. Hij gebruikte inderdaad weer een soort van. De propaganda posters die. Uh, ja. ja. Waar Bioshock eigenlijk zo bekend om stond. Ja, en ook. Uh, en da ja, dat is inderdaad echt heel erg. Een, ja, datzelfde stijltje. Maar ook als je dan. Uh, een wapen in zijn hand heeft. En dan in zijn linkerhand een uh, speciale kracht. Ja. Dat is ook echt classic Bioshock. Ja, het is heel duidelijk van dit hebben we eerder ergens gezien. Ja. Maar, maar dat is niet thuis, per se erg. Nee, want het ziet er heel leuk uit. Ja. Ja, dus een goede goede trailer voor Jeffy om te hebben op zijn show lijkt me. En wanneer dit uitkomt, nog geen idee. Maar het nee. ziet er wel erg leuk uit. Ja, eerder uh, dit jaar kwamen er natuurlijk wel wat berichten naar buiten dat de game in uh, development hell zou uh, zitten, onder andere van uh, Jason Cryer geloof ik. Um, ja, ik weet niet in hoeverre dat tot nu toe is opgelost, weet je wel. Ja. Uh, kijk, het zou mooi zijn als dat is opgelost en dat ze nu gewoon uh, snel die game kunnen uitbrengen. Ja. Dat, ja, ze laten ook al gameplay zien in de trailer. Dus in die zin zou je kunnen denken van nou ja, misschien zijn ze wel ver. En ook als ik moet beoordelen op wat er allemaal in die trailer zit, er zit heel veel in. Heel veel verschillende ja. gebieden en personages. Uh, nou ja, dat autootje wat je zei. Uh, je ziet geloof ik op een gegeven moment dat ze een beetje door de ruimte heen vliegen. Uh, je ziet verschillende wapens, verschillende krachten. Dus in die zin hebben ze al een heleboel staan. Uh, zou, je zou je denken. denken. Ja. Ja, je weet natuurlijk wat ze tegenwoordig met trailers kunnen ze alles fabriceren. Dus of ze het echt hebben, dat uh, is altijd nog maar even de vraag. Maar ze hebben in ieder geval heel erg een idee van wat het moet worden. En, uh, ja. Dat is denk ik het belangrijkste voor een game. Uh, ja, je ziet ook wel eens met, met games dat ze gewoon niet echt weten wat ze willen of zo. En ja, vaak duurt het dan nog heel erg lang voordat een game uitkomt. Uh. Ja. Nee, ik vind het uh, echt uh, helemaal mijn ding uitzien. Zeker. Ja. Dit, uh, dit is wel mijn, uh, mijn stijltje, wat ik tof vind. Zeker. Het komt uh, uit op PlayStation 5, Xbox Series, XS, Steam en uh, in de Epic Game Store. Uh, het wordt ook uh, gewoon weer uitgegeven door uh, Take two dus, uh, nou ja, het is ook wel bekend. Take Two die werkte uh, ondertussen ook gewoon nog zelf aan een Bioshock. Dus krijgt straks Bioshock en uh, Judas wat heel erg lijkt op Bioshock. Beetje vreemd, ze gaan dus concurreren met zichzelf. Met ja. een game die ja. ook al lijkt. Je weet niet of het er gelijk uitkomt natuurlijk. Nee. Maar uh, misschien komt Bioshock wel weer een jaartje later. Of dit komt uh, iets later. Van uh, Bioshock hebben we natuurlijk nog niks gezien, dus dat zal wel iets later zijn. Ja. Maar uh, inderdaad, wel vreemd om dan uh, eigenlijk een hele soortgelijke game uh, aan te kondigen. Ja, opvallend. Ja. Die game had eigenlijk al in 2017 uit moeten komen. Hè? Welke? Deze game, Judas. Hè? Huh? Ja, oorspronkelijk zou hij in oh. te, wilde hij in 2017 wilde hij een nieuw game uitbrengen. En uh, ja, uiteindelijk zoveel problemen met die game dat er uh, nu alsnog niks uit is. Maar uh, ja, laten we hopen dat het dan volgend jaar wel uh, verschijnt. Ja, het wordt druk volgend jaar, dus we moeten wel nog een plekje ja. vinden. Hey, um, we hebben ook gezien het vervolg op Dead Stranding. En ik zag dat mensen hier best wel verbaasd over waren. Ik had ook uh, wat berichtjes gehad van, hè? Dead Stranding vervolg? Ging die, die, ging die Kojima niet een uh, Xbox-exclusief maken? Ja, volgens mij heb ik dit laatst al gezegd in de podcast. Wat had je gezegd? Dat het ook zomaar uh, Dead Stranding uh, kon zijn. Ja. En uh, nou ja, wat blijkt, het is Dead Stranding. Ja. En uh, ja, dat is niet zo gek. Eerder uh, was natuurlijk al, hoe ik jij nou? Shit. Hoofdpersoon, die nu uh, kaal uh, grijzend koppie. Uh, Sam Bridges. Oh, eh. Uh... Wacht. Ik weet het. The walking. is zo slecht in naam ook. Het is ongelooflijk. Nee, ik weet het. Norman Reedus. Norman Reedus. Ja. Die had natuurlijk eerder al gezegd, we zijn bezig met mocappen van Dead Stranding 2. Ja. Oeps, nou ja, oops, een mondje <laughs> voorbij gepraat. Wat blijkt? Dead Stranding 2 uh, onthult. Uh, ja, Kojima Productions blijkbaar een hele grote studio. Ik denk dat ze gewoon aan twee games tegelijk werken. Zou me niet verbazen. Ja, lijkt me wel dan. Ze hebben ook al die belofte gemaakt dat ze dus met een Xbox-exclusie ja. bezig zijn. Dus die werken gewoon aan twee dingetjes ja, tegelijk. En want eerder dat... heeft uh, Kojima al bij uh, ons uh, veel op het podium gestaan. Ja. En het is ook gewoon zo met Dead Stranding heel veel dingen die je nodig hebt om die game te gaan maken. Zoals de engine. De uh, ja, Decima en Engine. Dat hebben ze al. Ja. Ja, inderdaad. Vaak zie je dan ook wel... Uh, nou ja, God of War is daar natuurlijk een goed voorbeeld van. Als ze dan al zo'n engine hebben. Uh, dan kunnen ze redelijk snel een vervolg uitbrengen. Ja. Dan is het uh, een kwestie van, nou ja, schrijven het verhaal. Uh, Mocappen en uh, bouwen dan de rest van de game gewoon in die engine. Ja. ja, ze kunnen een heleboel dingen hergebruiken. Dat maakt het allemaal wel een stuk makkelijker. Ja. De groundwork ligt er al. Maar ja. ja. ik vind het wel bijzonder. Uh, jij hebt deel 1 wel gespeeld, toch? Ik zelf niet. Ja, niet helemaal uit, hoor. Dus, uh, oh, dat was niet gelukt. Dat... Nee, is, is nog niet gelukt. Nog niet gelukt. Dat wil ik nog steeds wel. Ik zit echt... Uh, denk iets van negen uur in de game of zo, van uh, de 30. Directus is kut, uh, is iets korter dan, uh, ja, dan de normale game. Dus nee, ik zou zeggen, ik zit een beetje op een derde. En ik heb nog wel die ambitie om het uit te spelen. Mensen zeggen dat het einde heel goed is. Uh, ja, en zeker ook als, als ik zie uh, hoe deel 2 er weer uitziet. Ja, dat is ook wel weer. Uh, het lijkt wel meer action-packed te zijn. Ja, dat is wel nodig volgens mij. Dat je ja. dus meer actie hebt in die game in plaats van. Rondlopen rondkijken ja, hoe mooi dat En is. gewoon puur dat ja, hele stijltje, dat vond ik in deel 1 ook al vet. En uh, ja, dat ligt er in deel 2 alleen nog maar iets dikker bovenop. Dus uh, pistolen zie ik. Gek. Ja, gek. Ze ja. waren een beetje actie in de game. Nou. Ik, ik, ik had eigenlijk een beetje het idee, en dat is van een buitenstaander. want ik heb dus deel 1 niet gespeeld. Dat eigenlijk na deel 1 het verhaal ook wel een beetje klaar was. Maar dat is dus totaal niet zo. Nee. Van nog genoeg te vertellen. Ja, ze hebben bijna. dus uh, je ziet. Uh, Sam Bridges is grijs geworden. Uh, hij is wat ouder. Dus ze hebben een sprongje gemaakt in het verhaal. Uh, ja, blijkbaar hebben ze nog genoeg te vertellen. Ja. Ik zie weer een mooie Mac voorbij komen. Oh, Mac. Daar zijn we van. Ja, daar zijn we fan van. Helemaal leuk. Nou ja, dit is, uh, Kojima maakt een game. Daar worden mensen enthousiast van. Dat ja. je 1 plus 1 is 2. Zo werkt het gewoon. Oh, is zij die baby, de originele baby? Probeer ze dat nu te vertellen, die trailer? Ah, volgens mij wel. Dat zou kunnen. Ik moet zeggen, ja, we kunnen hier niet zo heel veel over zeggen. We hebben het origineel nog niet uitgespeeld, maar uh, ja, het ziet er goed uit. Ja, zeker. Um, Norman Riel zit er dus in, onder andere. Uh, daarnaast de Lea Seydoux, bekend van James Bond. Al ja. Fanning, Shioli Kutsuna en Troy Baker. Uh, Komt dit nou ook volgend jaar al uit? Nee. Dat oh, is nog, wel geen, wel. Uh, nog geen datum? bekend. Nee. nee. Oké, okay. ja, ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat ze weer uh, Games dan echt heel ver van tevoren gaan uh, aankondigen en dat dan jaren later pas weer uh, verschijnt. Nee, deze zal uh, ja, misschien dan 2024 of zo komen. Ja, ze, ja dat zou, uh, zou heel goed kunnen. Ja. Uh, Kojima had ook nog wat gezegd over het verhaal. Hij heeft uh, na de COVID-19-pandemie, het hele verhaal heeft hij weggegooid. Hij heeft hij helemaal opnieuw geschreven. Hij, uh, het, uh, de, de pandemie had zijn wereldbeeld veranderd. Oh. Ja. nou... Dan zijn we weer benieuwd wat ja. het wordt. Dus uh, toen dacht hij: Nou, ik schrijf het is lekker het, helemaal op. Is het dan nog wel een Strand game? Zo, Zo noemde hij dat origineel: Een Strand game. Dat was heel belangrijk. Ga je het nou googlen? Ja, we hadden ook een andere, wat uitgebreider nieuwsberichtje daarover uh, op de site. Maar uh, nou ja, dan moet je maar zelf opzoeken dan. We hebben nog uh, veel te vertellen volgens mij. Dus uh, ja, wel, we, we ja, moeten een beetje tempo maken, denk ik. Volgens mij ook. Ja. Ik zie nog in de chat wel in uh, mals Molmakken zeggen, meer Kojima, altijd prima. Ja, nou, dat rijmt, dus dan klopt het. Als het He? rijmt, dan klopt het. Nou, de deze kunnen we snel overheen. Idris Elba, die gaat in de Cyberpunk DLC spelen, Phantom Liberty. Hartstikke leuk, leuke acteur, leuke game. 1% is 2, is feest. Deze wil <laughs> ik wat dieper op in. Jedi Survivor. Zo. So, ja. Cal Kestis is terug. Cal Kestis is terug. Zonder poncho. Zonder poncho. Hij heeft zijn poncho weggedaan. En daar zijn sommige mensen waren daar heel blij mee. Ja. ja, dat snap ik nou niet. Wat is nou dat ding met die poncho? Ja, hey, dat zag toch gewoon met... cool uit? Ja, ik vond het ook al prima. Alleen ja, er waren niet zo heel veel mogelijkheden met die poncho, denk ik. Ja. Nee, oké. Okay. Je, je kon veel leukere kleding voor hem fixen, eigenlijk, dan die poncho. Ik heb deze trailer dus ook nog niet gezien, hè? Die zie ik nu voor het eerst. Exciting stuff. Ja, nou ja, het is uh, meer. Live reaction. Meer met Kel Kestis. En dat is gewoon meer beter. Uh, het is een leuk personage. Het is een leuk wat vinden personage. mensen zo leuk aan hem? Uh, ik denk vooral de setting. Hè? Hij is een uh, eenzame Jedi die naar Order 66 uh, is ontsnapt, als het ware. En heeft zien te overleven en eigenlijk ja. verstopt is geweest. Nou, en um, nou, het is gewoon een redelijk sympathieke, sympathieke Jedi. Die, uh, maar die gaan we hem misschien in, in de doen. serie's? Ja, dat vragen mensen zich ook al lang af. Hè? Mensen willen hem echt in de serie. Ja, en, ja, ja op... dan, dat maakt het wel nog echter eigenlijk. Ja. Want ze zeggen altijd wel: uh, ja, het is allemaal uh, wel kennen. Uh, uh, Star Wars Jedi Survivor en. Uh, de voorloper, maar als het dan echt in de, ja, in de film, uh, films en series van Star Wars komt, ja, dan is het, dan kunnen ze er ook niet meer afscheid van nemen. Nee, precies. En uh, in principe de acteur van Cal Casis, die speelt bijvoorbeeld ook in Shameless. Ja. Wat de serie is waar die acteur van De Bear die jij nu kent ook in zit. In ja. ja, die spelen bohoep. Daar in die donderdag serie. meer over. Daar donderdag meer over. Um, maar ja, het is gewoon een leuke setting. Het is een uh, leuke, leuke Jedi. Um, ook zijn uh, robotje, BD One, is uh, echt fantastisch. Ja. Dus ja, het, het is ook gewoon een hele leuke game om te spelen. Het is een beetje, ja, mensen vergelijken het met een Dark Souls-achtige game. Het is niet zo moeilijk, maar wel de combat werkt hetzelfde. Ja. Dodgen, parryen, slaan en zo de vijanden een beetje leren ja, kennen. Ze hebben een beetje aanpakken. elementen uit eigenlijk uh, allemaal verschillende games samengetrokken. Ja. Uh, er zitten wat dingen van Assassin's Creed in, er zitten wat dingen van Uncharted in. Uh, nou ja, zoals je zei, Dark Souls. Ja. En dat werkt gewoon hartstikke goed in de Star Wars game. Het is ook wel een beetje de Star Wars game die je... Uh, de Jedi-game die je wil spelen. Ja. Jij wil gewoon een Jedi zijn met zo'n uh, lichtzwaard in je hand. En daarmee vijanden door midden ja. Dat is gewoon wat je wil doen. Hij is, uh, al, hij is hier al best ervaren. Dus uh, nou ja, ook wel een goede force-user. Uh, ja. zo, zo valt te zien. Ik vind, uh, op een gegeven moment zie je op een minuut ongeveer in de trailer. Dan uh, pakt hij zo'n uh, stormtrooper. Uh, en die schiet dan uh, met zijn uh, ja, hoe noem je dat, machinegeweerachtig schiet op andere stormtroopers. Ja. Best wel tof uh, hoe dat eruit ziet. Het lijkt in ieder geval erop dat ze niet het trucje gaan doen van je vergeet alles wat je in game 1 bent, hebt geleerd. Nee. Want dat zou ook heel stom zijn. Ja, dat vind ik echt altijd heel dom. Kel is in ieder geval iemand die heeft wel als een padawan jedi training gehad. En toen kwam Order 66 en toen heeft hij zich verstopt. Dus in deel 1 ga je soort van weer, weer opnieuw leren van, oh ja, wat heb ik ook alweer als padawan geleerd? En zo krijg je je kracht een beetje terug. Um, ja, en nu, aan het einde van de game, ben je eigenlijk best wel een vaardige jedi geworden. En nu zou, kun je dus in deel 2 eigenlijk nog sterker worden. En dat zie je eigenlijk inderdaad in de trailer al terugkomen. Ongelooflijk veel zin in. Echt, uh, ik heb hier uh, high hopes voor dat dit een uh, hartstikke leuke game gaat worden. En die komt uit op 17 maart. Yes, zo, zo, dat goed. is echt al snel hè? Ja, dat is snel. Dat is echt al snel. Dus over drie maanden ben je deze game gewoon aan het spelen. Wat een feest. Of vier. Misschien spreek je iets snel. Ongeveer. Ja, ja maar ja, drie, vier maanden ben je die game gewoon aan het spelen. Ja, die, je weet gewoon dat er weer een knaller wordt. Deel ja. 1, uh, ja, spoilers mogen mag mag inmiddels wel, toch? Ja joh, nou, maar maar het uit. Die eindigt dat je weg moet rennen voor Darth Vader. Ja. Weet je hetzelfde als in Rogue One, uh, dat hij opeens zo tevoorschijn komt en uh, iedereen helemaal kapot maakt. Dus ja, dat, uh, dan vraag je al alweer af van wat uh, voor verrassingen we in uh, deel, deel, deel zo. 2 gaan krijgen. Ja, dat is wel een game die je denk ik als je uitkomt, dat je die snel wil uitspelen. Ja. Als je spoilers wil vermijden. Ja. Ja. Als je dan al zeg maar, het einde meeneemt van de vorige game. Dan uh, kun je wel weer een aantal verrassingen verwachten. Ja, zeker. Dat is wel cool. Zeer benieuwd naar deze. Zeer benieuwd. Nieuwe aanvallen. Nieuwe... Ze hebben ook gezien, nieuwe outfits om te verzamelen. Dat blijft toch altijd leuk. Dat blijft ja. altijd leuk. Star Wars altijd goed. Star Wars altijd plus één. Um, Diablo 4. Die staat ook nog in het lijstje. Uh, en nu Opa, is het toevallig man. zo dat wij heel stiekem al wisten dat deze. Ook in juni. Art... Ja. Nou, in juni 2023 komt hij. 6 juni. Wat kwam er nou net ook weer in juni? Ik las nog iets wat in juni kwam. Final Fantasy. Ook uh, in juni. Dan gaat Sven het druk krijgen, want dat zijn, dit zijn zijn twee favoriete games. Ja. En ik uh, las vanmorgen een nieuw, nieuwsbriefje dat Oppenheimer ook in juni komt. Jezus. De film. Veel te ja. druk. Wat een leven. Maar ja, Diablo 4. Ja. Um... Deze game komt sneller uit dan mensen origineel hadden verwacht. Of tenminste, als je een jaar geleden aan mensen had gevraagd, hadden ze gezegd: Ja, 20, die game 23... komt nooit uit. Ja, nooit. Ja, echt. Nooit. Iedereen riep altijd: 2024, ah, dan heb je nog Massel. Ja, als je een beetje had opgelet, dan had je kunnen weten dat hij waarschijnlijk wel in 2023 zou komen. Um, Sven heeft hem al gespeeld. Tot level 25. In een speciale beta. En dat heeft hij op de website helemaal beschreven hoe hij dat heeft gedaan. Dus als je dat terug wil lezen, kun je dat ja. zeker doen. Um, binnenkort. Het is jammer dat hij er niet is. Ja, maar ik neem aan dat Sven, uh, we gaan binnenkort een podcast opnemen waar we ook gaan vooruitblikken op het komende oh, jaar. En ja. dan kan je daar nog eens uh, mooi vertellen kan over Sven. En daar game, nog eens ja. mooi vertellen over Diablo 3. Ja, laten ja. we dat doen. Ja, dan bewaren we dat voor nu even. Heb je zin in? Ik heb hier zo fucking veel zin in. Ik weet ook dat mijn vriendengroep hier heel veel zin in heeft. Ik weet dat Sven heel veel wil gaan spelen. Nou, ik heb hier ook zin in. Um, het leukste is, denk ik, dat je veel meer multiplayer-elementen gaat hebben dan in Diablo 3. Ja. Um, World Bosses, je gaat een main hub hebben waar je elkaar kunt zien lopen. Het wordt eigenlijk een soort van halve MMO, zou je denken? Ja, het is um, veel meer richting een MMO dan, uh, ja. dan voorgaande Diablo Games. Als je een beetje weet hoe um, Lost Ark speelt, zo moet je meer gaan denken. Okay. Um, het is niet helemaal Lost Ark, maar het zet stappen richting een MMO als Lost Ark. En ja. uh, daar ben ik zeker voor. Gewoon tof, toch? Om met een groep van... Je kunt soms met 20, 30 man... opeens bij een World Boss uitkomen. Ja, dat is met allen. Ja, dit moeten we echt samen gaan spelen. Dit gaan we samen Dat zeggen we, zeggen we over veel games. Dat we het samen gaan spelen. Maar dit... Maar dit gaan we echt samen spelen. 100%. Ook oh, zo, wij spelen best wel samen. Ja, ja. Warzone spelen Warsen. wij wel samen. Ja. ja maar dan zeker. moeten ook al die andere cherries moeten ook even komen samen komen spelen. Ja, dit moet je echt met een grote groep gaan spelen. Dat is superleuk. Dan duiken we lekker met z'n allen Discord in... Maar dat zeg ik ook over World of Warcraft. Maar daar kan ik niet, mensen niet mee krijgen. Maar ik denk dat Diablo makkelijker is om mensen mee in te trekken. Misschien moeten we dit gewoon. Uh, als dit uitkomt, dan moeten we dit gewoon de hele dag gaan streamen. Dat vind ik een goed idee. Dan uh, gaan we doen. Bestellen we Five Guys en dan. Uh, ja. gaan, we, gaan we de hele dag achter dat computertje zitten. Stellen we Five Guys en spelen we Diablo 4. Zo. Eigenlijk moeten we dan, uh, moeten we dan gewoon bij jou gaan zitten. Gewoon een uh, computer mee. En dan, uh... Ja, goed idee. <laughs> nee, dat is geen goed idee. En uh, die rest van die aankondigingen, daar skim ik een beetje doorheen. Wat ik heel Street leuk Street Fighter 6, ook in juni. Ja, Street Fighter, maar ja, dat Dat boeit niemand. <lacht> <lacht> Ons boeit niet. Hè. Nee. Uh, Net voor juni. Dit boeit mij wel trouwens. Oh, oké. Okay. Suicide Squad, Kill the Justice League. Bevat Kevin Conroy, weilen, inmiddels overleden helaas. Um, ik denk dat ze dit een beetje achter wilden houden. Uh, als een soort van verrassing voor de game, maar... nou ja. Uh, Kevin Conroy is recent uh, overleden. Die deed altijd de stem van Batman in onder andere de vorige Arkham Games. En um, nou ja, ze hebben nu onthuld dat hij uh, in de game zit. Ja. Um, in, het is geloof ik zo dat in de laatste game Arkham City. Dat uh, Batman die fake dus zijn dood. En uh, in Kill the Justice League komt hij dus weer terug. Uh, ja, ik denk dat het voor heel, heel veel fans wel speciaal is. En dit is natuurlijk wel ja, een game die wordt gemaakt door Rocksteady. Dus vandaar dat deze verwachtingen wel torenhoog zijn voor mij. Ja. En uh, nou ja, ook een co-op game. Uh, dus dat wordt sowieso denk ik heel tof. Ik denk dat dit wordt wat mensen hadden verwacht misschien van uh, God of Knights. Ja. Maar ik denk dat dit het wel waar kan gaan maken. In tegenstelling tot wat uh, God of Knights heeft gedaan. Oké. Okay. Ja, zeer benieuwd. Ik uh, ga deze enkel spelen als het opeens heel erg leuk blijkt te zijn. Ja. Nu, uh... Maar ik denk het wel hoor, ik, ik denk dat wel, als je gewoon kijkt naar het track record van uh, Rocksteady, dan zou dit wel echt een hele goede game uh, moeten worden. Ja. Toch wel een beetje het paradepaadje van uh, Warner Bros. qua studio's. Ja. En ook als je gewoon kijkt naar hoe het er allemaal uitziet, ja, dat zal, uh, het ziet gewoon echt vet uit. Zeker. Daar, daar schilt het zeker niet aan. Ehm. Um... Oh, die heeft trouwens wel het liefst datum: 26 mei 2023. Ja, net uni, voor juni. Ja, nou oké, okay, leuk. Mei, juni. Mei en juni ja, is de nieuwe februari. Ja, maar februari die wordt ook heel druk. Ja, daarom. <laughs> dan heb je maart, april. Kun je nog een beetje februari dingen inhalen. En dan komt er weer heel ja, veel. Maar in april komt ook. <laughs> de DLC van Horizon Forbidden West. Die gaat Zo! Burning Shores. Ja, nou ja, meer Horizon Forbidden West is meer beter. Uh, ik vond het echt een fantastische game. Ik heb er super van genoten. Dus ik ben wel benieuwd naar wat DLC. Het gaat een beetje... Je had al in de game dat stukje van de Hoover Dam. Maar daar hadden ze niks mee gedaan. Toen dachten mensen al van, daar gaat iets gebeuren. En ja, de Burning Source gaat daar een beetje rond die plek wat content toevoegen. En een nieuw gebied volgens mij. En als je ja. dus uh, de game hebt uitgespeeld, dan is dit een hele leuke toevoeging, denk ik. Jij hebt, uh, hebt de game uitgespeeld. Kijk je hier ja. dan ook heel erg naar uit? Uh, normaal ben ik niet zo'n grote fan. Van DLC-dingetjes. Maar bij Horizon had ik dus wel, toen ik die game heb uitgespeeld, ben ik zelfs nog verder gaan spelen om in die arena wat te kloten, ja. wat betere gear te verzamelen. Dus ik ben zeker. Wel Jij wilde in de wel markt. meer eigenlijk. Ja. Ik uh, ben in de markt voor meer Horizon. Het is echt zo'n goede game. Ik vind het echt, echt fantastisch. Het is gewoon helemaal mijn ding. Vooral net zei ik dus bij Gold of War, die combat is niet helemaal mijn ding. De combat on Horizon, dat vind ik dus echt tof met zo'n pijl en boog en tegen die robots schieten. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Ja. Ook die post-apocalyptische wereld. Ja, dat is, gewoon, uh, dat is gewoon voor mij uh, gemaakt, zou je denken. Ja, en met Max. Ook heel cool. En met Max. Ja, je nee, ja, mag de Max <laughs> neerschieten schieten. Dat oh ja, ja, ja dat ja. is wel cool. Ja. Als je, je Max kut vindt, in. dan sloop je ze hier gewoon. Ja, ik hoef niet zelf een Mac te zijn. Dat is top. Maar ja, dit speelt zich dan ook weer af rondom die eilanden. En uh, grote steden in Amerika worden weer aangedaan. Dat was al zo goed gedaan. En nu ga je echt uh, in LA. Je ziet ze al langs het Hollywood sign vliegen. Ja, dit wordt, dit wordt gruwelijk. Als je bijvoorbeeld de Las Vegas, het Las Vegas stuk hebt gespeeld in Horizon Forbidden Binnen West. Ja, dan weet je gewoon dat dit bizar vet gaat worden. Las Vegas. Ja. Jij, wil, jij wil meer, hè? Jij wil meer, hè? Klein gokjewagen. Oh ja, ik wil trouwens even credits uh, vangen voor deze. Er gingen geruchten dat er een crash game in ontwikkeling zou zijn. En toen zei ik, er wordt een nieuwe crash bash gemaakt. Wat is dat? Dat zei je toen toch ook al heb ik niet uitgelegd wat crash Bash is? Heb ik dat niet toen laten zien? <laughs> dat zou iemand heel erg eens? zijn. Dan ja, ja je... dat heb ik 100% laten zien. Dan kun je straks achter elkaar zetten. Dat ik vraag wat crash Bash is. Ja, maar... ja, ik ben ook gewoon vergeten wat het is. Dus. geeft uh... heeft iemand wat oh, crash badges? Laat, laat het maar heel even zien. Dat zijn van die minigames allemaal zo. Een soort... Oh, dit is soort van Mario, Mario Party. Denk, oh, het is Mario Party, maar dan met Crash Bandicoot. Maar... <laughs> ja, dat zo lijkt het precies. Maar bij Mario Party had je, heb je een soort uh, monopolie bord waar je op moet lopen en dat ja, heb je, okay. had je hier niet. Gewoon heel veel, heel veel leuke minigames. om te Maar hier, hier kreeg je gewoon minigames achter elkaar of zo? Hè? Ja, en ook in toernooi-format kon je wel puntjes krijgen en uh, zo bovenaan uh, komen te staan. Maar nee. hier waren de minigames gewoon wat beter uitgedacht dan in... Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja. En in Mario, Mario, dus Mario heb je soms één actie uh, uh, en dat is de, een minigame. E, twee knoppen of zo soms, ja. ja. En hier had je echt wel uh, hele lange actieve minigames. Team versus Team Rumble. Ja. Zie... En dus, ik zei van, wedden dat het een Crash Bash is omdat ze dat... Uh... Jeetje, ja, dan moet je dat gewoon even losknippen en dan... Uh... Datum erbij en dan dit, dit erachter zetten. Ja. hebben weer een TikTokie. En weer een TikTokie. Ja, dan moeten we dat eerst weer kunnen vinden. Maar goed, dat Crash Team Rumble, dat is dus gewoon een soort van een Crash Bash. Want je gaat weer in groepjes van, uh, van vier ditmaal. Ga je een beetje tegen elkaar soort minigames uh, doen. Met, met je favoriete Crash-personages. Ja, dit vind ik fantastisch. Dit is echt iets heel doms, maar dit vind ik echt gruwelijk. Het is dus ook 4 tegen 4. Ja, maar je kunt waarschijnlijk ook wel 1 één tegen 1. Één, Volgens mij is 4 tegen 4 het maximum. Ja, oké. Okay. Kun je ook multiplayer tegen elkaar al die uh, domme minigames doen. Dit uh, vind ik top. Maar het zijn ook echt allemaal verschillende minigames. Ja, volgens mij wel. Oké. Okay. Zoals ik het... Uh... Ja, nee, het lijkt inderdaad. Ja, het ook lijkt ook ja. soms een beetje op League maar of Legends. Wat inderdaad, hebben. aan de ene kant... Het lijkt ook weer een soort van... Alsof het gewoon één... Uh... Eén map is. Eén map is. En dat je dan uiteindelijk die bal in dat ding moet slammen. Ja. Maar ja... Ja. Volgens Ja, je hebt een meter hier. Crash Want... Team Rumble. Maar goed. Het is in ieder geval een... Heel andere crash game dan we gewend zijn. Dat is zeker waar. Ja. En ja, meer crash is wederom meer beter. Wil jij nog. Uh... Oh ja, shit, deze wil ik ook nog noemen. We, gaan... we zijn al zo lang bezig en we moeten nog. We Welke is nog deze? Ja, die van de makers van Celeste. Celeste is een van mijn favoriete games. Oh ja. Op de Switch alle tijden. En die makers van Celeste gaan nu Earthblade maken. En je ziet al van, oké, okay, games is dat. Ja, dit trek ik dus niet, hè? Wat? Deze game komt uit in 2024. Ja, ja, dan kun je het toch kon... niet nu al onthullen? Hè? Ja, dat natuurlijk Doe dus dat is gewoon even later dan. Ja, kan wel. Nou, ja, volgens mij was trouwens... De naam was al bekend, geloof ik, van... Uh, ja. Dat zijn aan Earthblade bezig waren. Maar, maar dit is heel erg hetzelfde steltje als Celeste. Qua pixel art en zo. Ja, het ziet er wel echt gruwelijk uit. Ja, dit is fantastisch. Dit, is, dit, is, dit weet je gewoon al. Dit wordt echt... Uh... Celeste moet je eigenlijk ook spelen. Dat is ook echt een ja. top hoe hoe, uh, Hoeveel tijd heb je daarvoor nodig? Uh, ehm... Howlongtobeat.com Time to beat Celeste. Dat zal niet lang zijn, toch, of wel? Jij hebt hem in het vliegtuig heb je hem uitgespeeld. Uh, om... Acht uur ongeveer. Staat dat hier? Ja, dat staat er in, de... ja. nee, in. Ja, ik had hem wel al gespeeld voordat ik in het vliegtuig Ah, Oké, okay. je was al begonnen. Een stuk. Maar je kunt hem dus, nee, ja, main story staat 8 uur, maar dat, dat red je denk ik niet. Ik denk dat uh, hier staat main Plus and side, 5, eigenlijk. 14 uur. Ik denk dat richting. Zo, completionist 37,5 uur. Dat is wel even. Ja, je kunt heel veel. Flink pak er bovenop. Ja, maar je kunt van die aardbeidjes verzamelen. En dat is echt weer heel precies werk. En dan ben je uren met één level bezig om alle aardbeidjes ja. te pakken, weet je wel. En ja, oké, okay, ja, dat, uh, dat wordt geinig. Dat hoeft niet dan. voor mij. Nee. Ik doe gewoon lekker uitspelen en dan. Uh... Ja. Dan is het goed. Laten we zeggen dat je er misschien tien uur over zal doen of zo. Ja. Maar het is echt uh, een fantastische game. Ja. ja. Sowieso, als je dat logo al in ziet, uh, dan denk je ook, ook al meteen weer aan de tijden van wel weer met uh, de games op de Super Nintendo. Ja. Ja, dat is echt uh, super vet. Ik ja. vind het leuk dat dat soort games nog steeds uh, worden gemaakt. Ja. Heel bruut. Heel bruut. Words of the Fallen, wil je daar nog over hebben? Nee, dat boeit me echt dat helemaal niet. Soulslike in een duistere fantasy wereld. Nee, nee dat, uh, daar hoef je niet mee aan te komen bij mij. Oké, okay, dan laten we die gaan. Uh, Baldus Gate komt uit in augustus volgend jaar. Dat vindt Sven leuk. Dus Baldus Gate 3 hebben we het dan over natuurlijk. Dus die wilde ik nog wel eventjes noemen. En er zijn nog een hele sloot andere aankondigingen, jongens. Maar die, uh, ja. die laten we denk ik even voor wat het is. Scroll, scroll, scroll. Ja. niet 2 doen we. Voorspoken demo. Wil je nog zeggen tegen mensen dat ze voorspoken demo moeten spelen? Ja, speelde voorspoken. Voor Heb je hem nog gespeeld? Nee, ik zag, oh. wel me, ik zag mensen op Twitter zeggen: dankjewel PlayStation, dat jullie de voorspoken demo hebben live gezet. Nu weet ik dat ik deze game nooit ga kopen en dat had iets van 30.000 likes op Twitter. Ja, en terecht. Mensen waren niet zo blij volgens mij ermee. Nee. Maar Sven heeft een preview gespeeld. Ja, die was dus wel heel blij mee. Helemaal geweldig. Ja, dus misschien horen we hem binnenkort daar nog over in vooruitblik op 2023. We moeten Sven dus horen over voorspoken en ja, over die dat dat jaar eigenlijk wel onthouden. Ja, dat ja. schrijven we op. dat, dat, uh, dat komt allemaal goed. Ik zag ook nog mensen positief over. Uh, ik ga er niet helemaal over uitweiden. Maar over. Banishers Ghost of New Eden. Nieuw game van uh, Focus Entertainment en Don't Not. Okay. Kijk in ieder geval even de trailer bij ons op de site. Dan uh, weet je waarom je daar hyped over moet zijn. In ieder geval, de, de graphics zien er heel goed uit. Dus. Uh, voor de rest, nog niet heel erg duidelijk wat voor soort game het nou wordt. Het wordt een actie-RPG. Maar meer dan dat uh, ja. valt er nog niet over te zeggen. Het ziet er in ieder geval heel goed uit. En hey, laten we nog even hebben over de winnaars van de Game Awards. De grote winnaar was eigenlijk Elden Ring. Met de winnaar van so, de eer. En terecht. Oh ja, daar heb je het al. Nooit getwijfeld. Nee, ik ook niet. Um, ik denk dat mensen soms misschien nog dachten: van ja, Gol van Ragnarok. Um... Ja, ik zat hier vorige week nog. Uh aan tafel met twee van die uh, idioten die dan <laughs> nee Eldering gaat dat nooit winnen er is veel te niche Wel gaat makkelijk winnen bla 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 ja, bla bla ik bla, heb bla, me nog bla, bla. dat er werd gezegd dat Eldering niche is ja In wat een onzin is dat kijk nou eens so naar hoeveel keer het verkocht is man Souls games zijn al lang niet meer niche nee al lang niet meer dat verkoopt echt zo fucking hard ik eigenlijk vanaf het moment dat uh, Demon Souls op de PlayStation 5 uitkwam was het al niet meer niche. Nee. Iedereen, plus je buurman, die begon het op dat moment al te spelen. Ik zag ook op dat moment op Twitter mensen die nog nooit Dark Souls hadden gespeeld, die stapten op dat moment in. Ja. En toen dacht ik al van, nou ja, dit is al lang niet meer niche. En iedereen ging elkaar helpen. en, nou ja, het, het, Zeker die laatste twee games, die, die zijn ook gewoon een stuk toegankelijker gemaakt. Ja. En daardoor is het denk ik ook gewoon uh, ja, voor iedereen best wel makkelijk speelbaar. De game heeft gewoon een easy mode, zonder dat het heel duidelijk wordt aangeduid als... Uh, dat je erop klikt, dit is easy mode. Ja. Maar er zijn gewoon een heleboel manieren om het jezelf makkelijk te maken. Ja. In ieder geval. Elden Ring, terecht de Game of the Year. Ja. Ik denk alleen al door de invloed die de game heeft gehad... Ja, zeker als, je, als ik dat ook vergelijk met uh, ja, andere games die hier dus staat. Uh, ja, Elden Ring, die heeft gewoon een heleboel dingen veranderd. En uh, ik denk dat er zeker, nou ja, misschien nog niet nu direct... Maar de komende jaren gaan er echt een heleboel games uh, zijn die hier heel veel inspiratie uit hebben gehaald. Ja. Dat soort games zijn nu natuurlijk nog volop in ontwikkeling, maar uh, ja, die, gaan, die hebben hier wel naar gekeken. Ik las, volgens mij was het op Twitter iemand die zei over Elden Ring. Elden Ring is de game die ik als klein jongetje in mijn hoofd had toen ik voor de eerste keer Dungeons and Dragons ja. aan het spelen was. Die stuur ik door. En, oh, stuur jij dat ja. door? Ja, dat, maar dat is die game ook gewoon. Dit is de ultieme fantasy game. Ja. Je komt gewoon in een wereld terecht en ga die wereld maar beleven. Ja. Ja, ik vind dat fantastisch. Dit was gewoon vroeger dat je met vriendjes besprak: Van oh, uh, ik wil dit en dit en dit in een game. En uh, dan in een grote open wereld vechten tegen bazen. Helemaal zelf de aanpak kiezen die je wil. Ja, dat is dit gewoon geworden. En uh, ja, dat is echt ontzettend tof. Ja. Props aan Front Software, terechte winnaar van Game of the Year, wat uh, ons twee betreft. Binnenkort gaan nemen we dus een uh, podcastje op waar we echt uh, met z'n vieren flink gaan discussiëren over, uh, ja. over dit soort uh, kleine prijsjes. Dus wat... Uh, Julien, uh, grote, grote speler in de chat. Eerlijk is eerlijk, ik zat fout. En zal na God of War Demon Souls een poging geven. Demon Souls is ook fantastisch, maar wel heel Hele anders dan en, Eldering. Heel anders dan Eldering. ja. Ook uh, ja, als je die nog niet hebt gespeeld op uh, PlayStation 5. Jezus, kun je, dan kun je die lekker... Uh, uit de PlayStation uh, collection PlayStation Plus collection kun je die pakken ja. en dan uh, kun je die lekker gaan spelen. Ja, dat is fantastisch. Genieten, genieten. Um, en als je dat nou heel moeilijk vindt, dan ga je lekker uh, een, een matchje uh, maken en dan doe je lekker fire spells en dan uh, ja, kom je, zo door kom door je, je daar heen. zo doorheen. Ja, zeker. Nou, dan heb je nog uh, beste verhaal dan wel God of War 8, nog ook. beste art direction Winter was dan best, Elden Ring, Best game direction ook Elden Ring, uh, shoutout uh, Miyazaki. Ja, best narrative God of Ragnarok. Ook wel uh, een belangrijke categorie, denk ik. Ja, maar dat... dat oh, kijk, we, we hebben het allebei zelf nog niet uh, ervaren... maar dat verhaal schijnt dus echt ja. ijzersterk te zijn. Ja, dat geloof ik wel. Hoor. En daarom uh, wil ik ook heel graag doorspelen. Ja, ik, uh, ja, ik, zou, ik vind het wel jammer voor dat, dat er een indie-game als uh, Immortality... dat die niet uh, heel erg uh, veel erkenning daarin heeft gekregen. Maar aan de andere kant, uh, ja, logisch dat uh, Ragnarok die wint. Die heeft ook best wel wat... Uh, Awards mee naar huis genomen, geloof ik. Ik zag mensen op internet ook nog een beetje teleurgesteld dat een Tale uh, een beetje ondergeschoven kindje was bij de Game Awards. Terwijl, die, terwijl ze dat ook echt een hele goede game vonden. Ja. Um, ja, zoals Audio Design, die is dan ook weer naar God of War Ragnarok gegaan. Best Performer, Christopher Judge. Daar zei uh, Sven volgens mij vorige week ook al over, die moet naar Christopher Judge. Oké. Okay. En uh, dat is dus ook uitgekomen. Uh, best on ongoing game, nog leuk voor Julien, denk ik. Final Fantasy 14 online. Uh, hebben we allemaal gespeeld dit jaar, dus dat lijkt me ook niet uh, onverdiend. Dat heeft best wel een uh, ja, hype teweeg gebracht, ook bij een heel, heel grote doelgroep, denk ik. Ja. Volgens mij was het alweer vorig jaar dat we dan met z'n allen hebben gespeeld. Echt? Ja, nee, man. Jawel, volgens mij wel. Zeg, Walla. Ja, Walla wel. Volgens mij heb ik dit, is dat vorig jaar dat ik toen zo hem ben gegaan. Oké. Okay. Ik ben volgens mij dit jaar niet in. Uh, Porto op vakantie geweest. Dat was, dat was de zomer ervoor. Wanneer kwam die deze... uitbreiding dan uit? Kwam die uitbreiding vorig jaar uit? Heavensward. Heavensward was dat niet de oude? je, we zijn weer helemaal in de war. Maar wij zijn net voordat die allernieuwste uitkwam. Uh... Oh, Endwalker natuurlijk. Endwalker. Ah, dat is inderdaad Endwalker. vorig jaar, want inderdaad net daarvoor uh, ben ik gestopt, ja. 2021. Oké. Okay. Nou ja. ja. Alsnog, ja. Niet, alsnog niet onverdiend hoor. Uh. Nee, 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 het is een hele goede. Uh ongoing game. Maar ja, je, je zou het ook aan Fortnite, je zou het aan Genshin Impact kunnen geven. Ik denk dat niet. Ja, ik denk dat ja. ook een heleboel mensen uh, momenteel bezig zijn met Genshin Impact. Uh, niet normaal En ook als je spelen. kijkt hoe Fortnite nog steeds blijft vernieuwen. Uh, nu dan weer met de graphics. Wat echt, uh, ja, mensen zeiden ook weer van, uh, ja, dit is een van de grootste stappen die ik ooit uh, gemaakt heb zien worden door een game. Wat betreft graphics gewoon door simpelweg een update, weet je wel. Ja. ja dat, uh, dat is best wel knap. Zeker. Zeker. Best in die game stray. Ja, daar ga ik dan weer heel slecht op. Ja, die o, game is was. zo overhyped. Ook best Debut in die game. Ook weer naar stray. Geef dan één van die twee aan een andere. Ja. Geef er geef dan eentje aan Vampire Survivors of zo, weet ik veel. Uh, Nieuw White waren volgens mij mensen ook ontzettend positief over. Zeker. Ja, nee maar ja, niks meer aan te doen. Nee, best fighting game ging dan nog naar Multiversus. Dat vind ik wel weer leuk, want ja. daar hebben wij heel veel persoon gehad. Ja. Je hebt echt uh, dood Ja, man, dat gespeel. was echt een vette game ja nog steeds maar nog steeds maar de er zijn ook niet... andere dingen om te spelen en uh, ja. de tijd moet goed worden ingedeeld ja. zeker Dit dat vond ik nog opvallend de best family game is naar een uh, titel van Nintendo gegaan dat is, heel gek. <laughs> dat is heel gek dat is heel gek dat is nog nooit gebeurd. er stonden ook maar vier van de vijf games in uh, die van Nintendo waren <laughs> <laughs> klaar weer ja heel klaar best sports slash racing game Gran Turismo ik zie nog wel in de chat, Timon zegt Marvel Snap best mobile game. Ja, de, de <laughs> chat, uh, Marvel Snap chat. Ik denk dat uh, Timon uh, in zijn eentje allemaal accounts heeft aangemaakt. En uh, allemaal ja. stemmen heeft uitgebracht op Marvel Snap. Ja, duidelijk. Uh, <laughs> ook Diablo Immortal uh, stond er ondanks alle kritieken toch tussen. Ongelooflijk. Dat het nog mag. Ja, dat mag inderdaad. Dat wel een goede Marvel Snap slet. Best RPG. Elden Ring. Verrassend. Hé, hey, beste esports event, die ben ik geweest. De 2022 League of Legends World Championship. Ja, ja, ja. En was, was, het waar? was het waar? Ik zag deze lijst met uh, nominaties voor beste esports event. Ik dacht, als deze niet wint, dan is er iets mis met de wereld. <laughs> dit, is, ja. dit is denk ik het beste esports event aller tijden geweest zelfs. Zo. Flinke uitspraak. Ja, ik sta erachter. Alle tijden, hoezo dan? Uh, niet alleen qua opzet. In de stadions waard is gehouden, de productiekwaliteit. Maar ook ja, het was natuurlijk de games die helemaal door heel Amerika heen. Een ja. soort van eigenlijk een soort van WK, weet je wel. Ja, het ging een tour door heel Amerika heen. De hele circus ging, ging elke keer. In Mexico mee. zijn ze ook nog geweest. Mexico zijn ze ook nog geweest. En uiteindelijk eindig in het stadion van de Golden, uh, Golden State Warriors. Met echt een bizar zikke, zikke show met drie grote artiesten. Ja. Um, en dan ook nog zo'n bizar dikke finale hebben. Maar ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben dan dat die finale zo verloopt. Maar ja, was bizar. Wil je ook nog iets zeggen over het beste e-sports atleet, Want ik zag uh, vorig jaar dat we het hierover hadden. Toen uh, zei iemand, geloof ik, die gaat sowieso naar Faker. Ja, kijk, Faker is de beste e-sports speler aller tijden. Daar hebben we al het vaker over gehad. Ja. Dat is gewoon, hij is gewoon de beste e-sports e speler Dus in principe zou je elk jaar de prijs aan hem kunnen geven. Ja. Alleen Faker heeft nu dus de finale verloren in League of Legends. Dus ja, als je dan aan een verliezend finalist, ja, dat, de prijs kan geeft, niet. dat, dat kan is een beetje niet. gek. Terwijl hij wel echt een fucking goed jaar heeft gehad. Om, ja. Ongeslagen in, in de Koreaanse league. Wat de moeilijkste league is van de wereld. Ongeslagen, hè. Super goed gedaan. Hij heeft zijn team echt zwaar gecarried. Hij heeft soort als een... Ja, je kent toch wel die meme dat die... Uh, dat die uh, oude rat met die kleine ninja, ninja turtles ja, loopt. Ja. Een soort van... Uh, ja, faker is zeg maar de oude rat. Ik ben zijn naam even kwijt. Nee, geweest. het is een jonge rat met uh, jonge ninja turtles. Oh. Een oude rat met oude ninja turtles. Maar... Oh. Zeg maar... Het moest in ieder geval zo zijn. Faker is oud en had vier hele jonge spelers bij zich. en die heeft hij zeg maar naar boven gepusht. Ja, precies. Hij is gewoon de master, zeg maar. Hij, hij is de master. Uh, ja. Hij lidde het in een beetje. En hij is echt, uh, heeft een heel goed jaar gehad. Maar um, uh, Jacob J. Whittaker. die uh, uiteindelijk heeft gewonnen voor cloud ja. die speelt bij Cloud9 Valorant. Ja, die heeft ook gewoon een heel goed jaar gehad in, uh, in Valorant. En het mooiste is: Valorant heeft natuurlijk zelf qua game ook een hele goede doorgemaakt. Uh, paar fantastische toernooien gehad ook. Mijn broertje volgt ja. het heel erg. En die J is gewoon echt een fantastische, ja, gewoon een fantastische sh shooter-speler. Okay. Dus dat hij uiteindelijk wint niet zo gek. Je hebt dan Simpel stond ook in de lijst van de uh, Navi CS:GO-speler. Fantastisch ook. Simple heeft volgens mij ook al een paar jaar ook al gewonnen. Je had dan Chovy van Genji. Ja, Genji had dan ook in de op Worlds niet zo goed gedaan. Ja. En ik moet zeggen, Carrigan uh, van Face die ken ik dan niet zo. Ja, CS:GO-gasten gasten zijn dat natuurlijk. Uh... Oké, okay. Julien, uh, inderdaad, inderdaad splinter eh, de Splinter met natuurlijk de Ninja Turtles. Uh, ik zag die, dat plaatje trouwens ook nog voorbij komen over CR7. En dan ja. uh, zag je CR7 met uh, Bruno Fernandes, uh, ja. Joao Felix en uh, weet ik veel nog twee andere gasten. Ja. Ruben Neves. <laughs> Ruben Neves, leuk. Maar ja, dus uh, ja, e-sports-athlete. Ja, dat kan meestal alle kanten op, maar jij is geen verkeerde. Nou. Veel aandacht voor Valorant uh, trouwens. Uh, ik zie best e-sports games ook naar Valorant. Best esports team is ook een Valorant team. Ja, maar ja, Valorant gaat als een raket. Ik denk dat mensen dat soms een beetje missen. Hoe in korte tijd die game ja. zo enorm is gegroeid. Ik, uh, die laatste twee uh, categorieën zijn ook nog wel leuk, denk ik. Ja. Uh, ja. Most anticipated game, daar gaan we het natuurlijk binnenkort ook nog uh, uitgebreider over hebben. Um, Final Fantasy, uh, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield uh, waren onder andere genomineerd. Maar dan ging naar The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja, daar kijken mensen dus het meest naar uit. Ook in mei. Ook in mei. Ja. Hij heeft gewoon allemaal geen tijd voor. Dat is toch niet normaal? Dat kan echt niet. Mei en juni wordt echt uh, packed. Ik besef nog niet eens dat we het zo druk gaan krijgen, nee. denk ik. Ja, o, er zal ook nog natuurlijk wel het een en ander worden uitgesteld. Zodat ja, ze niet verschoven. bij elkaar in het vaarwater gaan zitten en bla bla. bla. Maar uh, ja, verwachting is dat hij op 12 mei 2023 uitkomt. En uh, ja, laten we het hopen. Lijp, dat wordt gek huis. Dat wordt wel echt gek huis ja. ja. Ik weet niet ja. waar ze het dan op bas baseren, maar uh, vooral op stemmen denk ik van gebruikers. Uh, ja, ja, want het grootste deel is toch gebruikersstemmen? Bij de gebruikers? Nee, nee het, volgens mij was het iets van uh, 30% of zo. Oh, oké, okay, En de rest door uh, Geoff Keighley zelf, denk ik. <laughs> Jeff. Die bepaalt het <laughs> in zijn eentje allemaal voor de rest. Natte vingerwerk. Ja, natte vingerwerk. En die laatste was Best Adaptation, dus dan, dat zijn de adaptaties van games. Ja. Dus had je de Uncharted Film, Sonic the Hedgehog 2-film, The Cuphead Show die ja. op Netflix kwam, Cyberpunk Edge Runners van Netflix en Arcane ook van Netflix. Dus Netflix, highly represented hier. Ja, zo, dat is niet normaal joh. En uh, de winnaar was Arcane. Ja, ja fantastisch. Volgens mij terecht. Uh, ik heb hier echt uh, talloze mensen over gehoord. Zelfs mensen die gewoon nooit League of Legends uh, spelen, die dit hebben gezien, die waren hier echt uh, ontzettend uh, ja, uitgesproken ja. over zelf weet... moet ik het nog wel zien hoor, maar uh... je weet ook wel bij deze stemming dat als League of Legends in de lijst staat, omdat ja. je vaak hoog gestemd, ja. uh, want je hebt gewoon heel veel League of Legends spelers en wat minder van Cyberpunk. Cyberpunk Edge Runners was natuurlijk ook super goed. Dat ging denk ik een beetje tussen die twee namelijk, maar ik moet zeggen, Arcane was nog wel een level beter dan Edge Runners voor mij. Ja, ik uh, zal binnenkort nog eens checken. Welke van de twee heb je nog niet? Uh, Arcane. Nee, ik heb uh, eigenlijk van dit hele lijstje nog niks. Uh... Ik heb een heel klein beetje Cuphead show gezien. Maar uh, voor de rest eigenlijk is het allemaal een beetje langs meegaan. Arkane is wel Arcane echt, is dan uh, wel qua. Uh, ja, visuele stijl is dat wel iets wat me trekt. Ja, ik vond cyberpunk Edgerunners ook wel echt fucking vet. Okay. Maar goed, Arcane vond ik nog wel wat dikker, maar dat is ook omdat ik. Ja, jij die hebt die natuurlijk vinden. ook wel die leak referenties. Uh, ja. Die je daaruit kent. Ja, snap ik. Maar kun je zeker kijken zonder dat je het uh, hebt gezien. Hey, uh, afsluiten, nog even een keer onze mediatip. Jij had als mediatip ga. Vampire oh ja. survivors checken, toch? Ja, zeker. Het zegt op zoveel platformen is het gratis te spelen. Uh, ja, laat je op het begin niet voor de gek houden door de oppervlakkigheid. Want uiteindelijk wordt het een hele diepgaande game. En uh, ja, je pakt het heel snel uh, makkelijk op, af en toe een potje tussendoor. Als je even uh, een kleine pauze hebt. Als je even op de bus zit te wachten of zo, dan kun je dit gewoon even lekker spelen. En uh, ja, ik denk dat mensen daar heel veel. Uh, aan gaan beleven en gewoon gratis en gra helemaal gratis op uh, iOS, Android, Game Pass. Uh, je kunt via Game Pass ook geloof ik op PC gewoon gratis spelen. Dus uh, nou ja, kies een platform uit en uh, ga het lekker spelen. En uh, als je voor wil betalen om het op Steam te hebben, dan uh, kost het maar 3 euro. Dus dat is ook gewoon prima. Ja, uh, ja, dat dus en uh, speel ook gewoon lekker uh, op uh, telefoon met je geluid aan. Want uh, hele coole soundtrack. Ja, eens, eens. Ja, ik had als mediatip dus dat uh, we vaste kijker en uh, vriend van TikTok, uh, Rohan Weppen zo heet hij op TikTok, uh, kunnen zien op 19 december om 7 uur bij NPO 1 bij het programma Knoop de Leeuw. Ja, Rohan, een fantastische TikTok-creator. Uh, en uh, ja, gewoon hartstikke leuk. Volgende week maandag is dat. Kun je hem dus zien vanaf 7 uur bij NPO 1. Zet in de agenda, jongens. En dan uh, gaan we... Wat ben je nou aan het doen? b gaat af. Oh, B-reel. Dat ja, moet toch even gebeuren. <laughs> ja, leuk b dat <laughs> ja, moet ook gebeuren Dat is allemaal belangrijk Dat zo. Nou, birieltje staat erop Mediatips ja. staan erop, de podcast staat erop We gaan bij deze ook afsluiten Wil je nog wat zeggen over de eindjaarsplannen of uh, Ja, we gaan, het we gaan Volgende week, dinsdag en donderdag Gaan we podcasts opnemen waarin we het jaar bespreken En dan komen er later denk ik nog Podcasts online waar we gaan kijken Naar ja, volgend jaar Als jij dan uh, met tussen kerst en oud en nieuw uh, niets te doen hebt dan kun je lekker uh, luisteren ja. naar wat wij vonden van het gamejaar 2022. En dan uh, begin volgend jaar dan gaan we vooruitblikken op uh, wat er allemaal aan zit te komen in 2023. Ja. Wij gaan dus niet live die podcast doen. We nemen die op en zetten die ja. op je favoriete platformen. Zodat je rond de kerst nog wat te luisteren hebt tijdens het gamen. Ja. Dus dat is de planning, jongens. Dus we zien jullie sowieso aanstaande donderdag nog. Dan de di dinsdag en donderdag erop weer. Voor nu, super bedankt voor het kijken en luisteren. Vergeet ons niet te volgen. overal heten we, iGenBaneLux. Volg ook zeker onze podcast, zodat je altijd weet wanneer er een nieuwe aflevering online staat. En we hopen dat jullie ervan hebben genoten. Wij in ieder geval weer wel. Tot de volgende keer en doei! doei.